Emmen Live. Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe. Met René Postuma en Niels Dijkhuizen. Radio Drenthe, altijd in de buurt. Radio Drenthe. Een heel goedenavond en welkom vanaf de Vijverberg in Doetinchem, waar wij in afwachting zijn van wedstrijd nummer 3 van het seizoen voor FC Emmen. En ook voor de Graafschap. Twee ploegen die na twee wedstrijden nog ongeslagen zijn in de huidige competitie in de keukenkampioendivisie. Ik weet niet of u het gehoord heeft thuis, maar er klonk net even gejuich uit het uitvak. Alles te maken heeft dat met, volgens mij, het passeren van jou, René, of niet? Ja, ik liep er langs en ze beginnen te juichen. Ja, ik snap dat wel. Ja, dat is toch mooi. Of was het Fred Grim die toevallig langs liep? En toen werden we stil, want dan kom jij erachteraan. Maar ja, dat is dan jammer. Nee, het was Fred Grim, hè? Ja. Nee, ik werd wel toegezongen toen ik er even langs liep. Ja? Ik weet niet of het heel positief was. Nou, ik weet het wel. Dat was het niet. Nee, jawel, jawel. Volgens mij, één is riep echt van, ik luister altijd naar je of zo, riep hij. Nou, prima. Ja. En de ander zei van, ik luister nooit. Nou ja. Ja. Maar goed, ik heb nu alvast een tip voor de mensen thuis. Het wordt ook steeds minder, dus geluk. Het wordt steeds minder, omdat natuurlijk die wedstrijden toch regelmatig weer op televisie komen. Ja. Maar daarom heb ik alvast een tip voor de mensen die... Heb jij een tip? Die tv willen kijken en ons willen horen. Geluid van de televisie uit. Ja, en dan? Of de radio aan, maar dan lopen wij vaak wat voor op de beelden. Ja, maar dan kun je... de radio kun je niet stoppen. Nee, daarom. Dus jammer. Ik zou ons niet op de radio gaan luisteren, maar ik zou desnoods, want dat is makkelijk als je tv kijkt, ons via de app beluisteren. De app of de computer kan ook. De computer, want dan lopen we vaak wat achter, maar dan kun je de tv-beeld even op pauze zetten. Ja, zet je die even op pauze en dan... Precies, bijvoorbeeld als de wedstrijd begint, zet je hem op pauze. Ja, dat snap ik. En op het moment dat wij dan zeggen, en ze zijn onderweg, dan zet je de tv maar wij zitten niet altijd strak. Ja, maar bij de aftrap doen we dat ja, dan. Bij de aftrap. Ja. Nou, maar ga de stip vanuit deze kant voor de mensen thuis. Het is niet gratis, hoor. Nou, nee, maar dat is geen enkel probleem. Dat doe ik er gewoon bij. De Vijverberg zei net al, twee ploegen ongeslagen, René. Ja. 4 voor de Graafschap. Wij hebben onderweg even de statistieken bekeken. Dat is altijd leuk als je toch in de file staat en het regent snoeihard. Nou, wat er weer. Wat hebben we gehad onderweg? Maar dan hebben we bijvoorbeeld gezien dat de Graafschap weliswaar 4 punten heeft. Ja. Maar dat hebben ze gedaan door maar 7 keer op doel te schieten. Ja, thuis 0-0 tegen ADO Den Haag. Ja, dat is logisch. Toen scoren ze geloof ik 4 keer, hè? Ja, in totaal 3 keer, volgens mij. Ja, 3 keer was in Amsterdam. In Amsterdam is het 4. Oh. En volgens mij 3 tegen ADO. Oh, ik dacht dat het andersom. Doelpogingen, hebben we het over. Dat is toch bizar weinig. Ja. Maar goed, in die 4 pogingen in Amsterdam hebben ze toch 2 keer gescoord. 2 keer gescoord. Ja, wat kan je over de Graafschap vertellen, René? Nou ja, kijk, als je hier naartoe gaat op de Vijverberg, dan weet je, de wacht van kolkende massa. Nou, dat gebeurt weer, want Bunningside, dat zijn de fanatieke supporters, die hebben de eerste wedstrijd gestaakt tegen ADO. Ja, ze waren het ergens niet mee eens, dus zijn ze gewoon expres niet gekomen. Ook niet later? Nee, en dit is vandaag hun eerste wedstrijd, dus je kunt wel wat verwachten. Ja, want ik zie al wat touw, ik denk dat er wel een groot spandoek omhoog gaat. Wat ik altijd wel leuk vind hier, want het uitvak zit naast de Bunningside, zoals je al zei. Klopt. En dat is, wat zit er tussen Niels en Medic of 3-4 denk ik? Nee, en een schot. Ja, een hek, ja. Nee, ja, goed. En die ene kwam met Aberdeen en de andere Klaas. Nou, ik moet zeggen, jij vindt dat mooi. Ik vind het ergens jammer. Ik vind het mooi als bijvoorbeeld ze echt recht tegenover elkaar zitten. Ja, hebben we veel iets. Ja. Nou ja, goed, ze zitten hier inderdaad naast elkaar. Maar het is toch mooi. Ze ene kant zingt en de andere kant terugzingt. Dat vind ik ook wel mooi. Dat het een beetje heen en weer golft. Maar ja, hier is het anders gedaan. Ja, hier kan het ook natuurlijk. En hier hoor je elkaar natuurlijk wel beter. Hier hoor je elkaar heel goed, ja. Bij Emmen, want we kunnen beter even naar Emmen gaan. Want er is wel wat interessants te melden. Ja, een kleine lichte blessure. Ja, die is er niet bij. Dat is voor hem een aderlating. Voor Fred Grim ongetwijfeld ook. Want die moet nu toch weer schuiven met zijn elftal. Want wat is het geval? Robin Schouten heeft gisteren wel getraind. Nee. Of eergisteren wel getraind, maar ging voortijdig weg. Ja. En blijkt niet fit genoeg te zijn om te spelen. Grim zei net tegen mij, we dachten dat hij vandaag nog ging halen, maar helaas niet. En hij zegt, ik neem geen enkel risico. Nee, en dus moet hij schuiven. Ja. Dat betekent dat de logische linksbenige Lorenzo Bonet maar weer naar rechts gaat. Hè? Ja, hij had ook voor Te Wierik weer kunnen kiezen. En dan natuurlijk Heijlen in het centrum. Maar hij wil dat laten staan. Maar dat heeft hij de hele week ook getraind. Ja, en dan ga je daar niet aanpassen. Nee, ik snap het ook wel. Dus de rechtsback hoeft maar één positie aan te passen. En laat we eerlijk zijn, Bonet viel al vroeg in tegen Cambuur. En ging op zich best prima, toch? Ja hij is een linksback. Comfortabeler. Nou, dat blijf ik ook gewoon zeggen. Ik vind het niet heel fijn dat hij aan linksbenen staat. Want qua de drang naar voren heb je met Bonet gewoon... Ja. Dan duurt het allemaal net een stap te lang. Heb je dan liever 2 wisselingen en dan Te Wierik op rechts? Of zeg je van, ik snap de trainer wel en dan maar Bonet aan die rechterkant?
Ja, dat is moeilijk, hè? Nou, kijk. Ja, nou, ik denk toch dat ik misschien wel voor Te Wierik had gekozen. Kijk, ik vind Te Wierik als rechtsback helemaal geen probleem namelijk. Ik vind dat hij die drang naar voren wel heeft. Iedereen vindt dat hij alleen maar kan verdedigen. En vaak ook nog te grof en te hardhandig verdedigen. Maar ik vind hem echt wel dreiging hebben naar voren. Hij heeft wel een moment van kiezen. Hij heeft het loopvermogen sowieso. Ja, dus ik had misschien toch daarvoor gekozen. Maar ik snap wel, als je het een hele week hebt getraind, dat je denkt van, laat ik maar één positie wijzigen in plaats van dan maar gelijk twee. Ik zag deze week op ESPN nog 10 jaar terug. Dan laten ze beelden zien van wedstrijden van 10 jaar geleden. Dan speelde hij met Heracles uit tegen Heerenveen. En dan schoot hij de bal volley met een soort dropkick. Te Wierik. Ja. Vanaf een metertje of 30 stijf in de kruising. Maar René, dus ik zeg hem net nog. Ik zeg, je moet wel weer tijd voor doelpunt. Hij zegt, het wordt tijd dat het na 10 jaar weer herhaald wordt. Dus. Vorige week probeerde hij het van afstand. Met die overgetikt. Maar nog even terugkomen. Nog even terugkomen op Burnett. Ja. Ik vind eigenlijk wel dat Burnett altijd moet spelen. Maar dus als linksback. Ja, maar liefst als linksback inderdaad. Ja. Maar Burnett vind ik, dat zou bij mij iemand zijn die direct op formulier staat. Want hij haalt namelijk nooit een onvoldoende. Nee. En van Jeff Hardeveld, ik vind het een hele sympathieke jongen. Maar die was in de eerste wedstrijd goed. Dat was een 8 of 7,5. Maar vorige week vond ik hem een onvoldoende. En dat zal net niet snel gebeuren. Nee, nou vond ik het. Het was een 5 misschien. Ik vond geen 4. Nee, maar onvoldoende. Ja. En dat zeg ik. En Burnett zal nooit lager zijn dan een 6. Ja. Maar goed, Burnett is ook nog niet, volgens mij, 100% fit, hoor. Volgens mij nee, dat klopt, gaat hij er ook zomaar uit in de tweede helft. Dat kan best. Dat kan. En wie weet dat je dan wel weer moet schuiven. Nee, we gaan het allemaal zien. Maar goed, de rechterkant is sowieso nieuw, hè. Want je hebt dan nu Burnett. En daarvoor staat waarschijnlijk Desley Upink. Ja. Maar als we de opstelling even bijpakken, Niels. Jan Hoekstra natuurlijk in het doel. Ja. Achterin Hardeveld op links. In het centrum dus Te Wierik samen. Die is ook weer terug. Ja. Julius Dirksen. Ja. En dat vinden we alle twee wel logisch. Hè? Die viel goed in vorige week. Ja, maar dat was maar een kwartier. Ja. En ja, dat, nou ja, goed. Maar ik bedoel, dat vind ik nog een normale keuze van de trainer. Hij kiest voor de ene linksbenige en niet voor de ander. Ja, dat snap ik dan wel. En bovendien, wat jij zegt, hij viel goed in. Ja, ja. Dan mag hij ook een kans hebben. Op links. Nee, dus, vond je Forstown slecht dan? Aan de andere kant, want dat is dan natuurlijk dat is kind van de rekening. Vond je die slecht? Ik vond Dirksen beter. Ja, oké, okay, zo. Dus ja. Maar jij vond hem dus. Ja, nou, ik vond hem. Het was 20 minuten, man. Ja, dat bedoel ik. En Emme was alleen maar naar voren. Dus ja. Hij kreeg ook geen enkel. Ja, een paar hoge ballen won hij wel goed. Ja, dan vond ik hem overtuigender dan Vos. Jawel, maar Emme speelde ook verder vooruit. Dus ik vond het was een beetje appels met peren vergelijken. Ja, aan de andere kant moet hij duels wel winnen en dat deed hij wel. Weet je, maar als jij in een team invalt dat lekker vooruit voetbalt en beter is dan de tegenstander. Ja, dan lijkt het ook logisch dat je wel prettig invalt. Maar je had je neef op de bank gelaten dan? Nee, maar ik vraag me alleen af, was Vos nou zo heel slecht en was Dirksen veel beter? Want het is maar een kwartier of 20 minuten, daar wordt hij al beoordeeld. Maar goed, nu check jij het ook in de training. Wat hij op de training laat zien, dat kunnen wij niet zeggen. Burnett dus vanaf de linkerkant. Een man waar heel veel kritiek op was. Burnett vanaf rechts. Vanaf rechts, ja. En Hardeveld links. Ja. Waar veel kritiek op was, de aanvoerder. Ja, die vlak staat gewoon weer in de basis, hè? Volstrekt logisch. Logisch, hè? Ja, maar ik heb daar heel veel opmerkingen over gehad. Ja, we gaan toch een beetje zo die opstelling langs. Iedereen die zei van belachelijk, ook belachelijk dat hij aanvoerder is. Maar wat verwacht. Ik vind het zo raar. Wat verwacht je nou van Vlak? Wat verwacht jij van Vlak, René? Nou, wat meer dan die vorige week. Wat verwacht jij van Vlak? Dat spelen. In ieder geval de goede kleur vindt. En dat was in de eerste helft. In ieder geval de tweede helft werd het iets beter. Nee, maar ik heb het over wat verwacht je als je hem in het veld zet? Wat verwacht je van hem? Nou, eigenlijk wat we in de voorbereiding van hem zagen. Dus fel in de duels. Diepgang hebben en schieten van afstand. Ja. Dat kan hij wel. Ja, nou ben ik het niet helemaal mee eens met dat fel in duels. Want dat is niet zijn type spel. Hij is, ik vind hem meer een soort type Veerman bij PSV. Het is vrij één tempo. Dat is het nadeel van hem. Hij heeft een goede paas. Hij zoekt wel snel de diepte in zijn paas. Als er een hoge bal is, dat soort duels, dan moet hij kunnen winnen. Maar hij heeft het lichaam daar wel voor natuurlijk. Maar dat in bijvoorbeeld korte sprintjes en zo, dat moet je niet van hem verwachten. En daar wordt hij, vind ik, te veel op beoordeeld. Ja. Maar het allerbelangrijkste vorige week vond ik, en ook het zet tegen Kam, was aan de bal. Ja, aan de bal. En dan mag je van hem veel meer. Vind ik ook. Nou, maar kijk, dat vind ik ook nog weer een soort kibbenij. Want dat vergaten mensen wel. Als er om je heen ook alleen maar spelers staan die de bal niet willen hebben en hem ook heel snel kwijt zijn.
Ja, dan ga je misschien ook mee in dat niveau. En dan zeggen zij van, ja, maar hij is aanvoerder. Maar dat telt niet. Nee, dat vind ik, maar ik vind het wel te makkelijk wat je zegt. Je moet in ieder geval de bal naar de goede kleur spelen. Ja. En ook dat deed hij niet. Nee, klopt. Maar dat deden de zeven niet, hè? Er waren veel meer. Nee, dat bedoel ik eigenlijk. En de nuance vergaten mensen ook, vond ik. Dat hij zich in de tweede helft echt wel herstelde. Nou, iets herstelde inderdaad. Het was misschien zesje, maar ook niet meer. Maar hij had gewoon helemaal naar de winnende kunnen schieten. Ja, maar hij rost hem op de paal. Ja, dat was jammer. En dan? Had hij ineens zeven gehad, denk je? Denk het niet. Nou, ik wel. Als hij de winnende maakt, ja, dan krijg je gewoon een 7, hoor. Ja, goed. Kief de Belt is gewoon weer ook weer terug op het middenveld. Nee. Overigens, die wisselwerking kan natuurlijk ook wel. Kon dat vorige week beter, want we zagen heel vaak vlak in de verdedigende rol. Waarvan je eigenlijk verwacht, dat moet Kief de Belt doen. Ja, maar dat komt. Ja, ze hadden koppeltjes. Ja. Ja, en als ze dat weer doen, dan kom je soms op die plek waar Kief de Belt eigenlijk hoort te staan. Maar als je koppeltjes vormt en je zegt van nummer zoveel is van jou en nummer zoveel is van jou. En je houdt je eraan. Ja. Je geeft niet over aan elkaar. Ja, dan krijg je dat. Rechts voorin geen basisplek voor Patrick Brouwer, maar het basisdebuut voor Desley Ubbing. Ja, terecht. Logisch. Nou, die vond ik 100 punten terecht. Ja. Ja. Ja, want die viel gedreven in. Je ziet dat hij... Maar Brouwer scoorde toch, Niels? Jawel, maar die leverde ook heel veel ballen in. Om maar weer zo te zeggen. Want de 1-1 kwam van hem vandaan. En verantwoordelijk voor die goals. Ja. Ja. Zeker één. Ja. Maar Ubbing liet al zien dat hij gewoon heel snel... ballen aanneemt en goed legt en een goede speler weet te vinden. En vooruit kijkt. Maar ook vanaf de rechterkant? Nou ja, kijk, daar kan weer de volgende discussie over. Want waarom heeft hij Ben Scholten laten staan? Want Ubbing is toch de nummer 10? Ja, denk je dan. Dat denk je dan, maar dan denk je even verder. Dan heeft hij dus, Grim heeft dus keuzes op rechtsbuiten voor George Younan, Patrick Brouwer, Ben Scholten of Desley Ubbing? Wie zou jij laten beginnen? Ja, dan zou ik Ubbing vanaf rechts laten beginnen. Ja, nou, ik ook. En dat doet, denk ik, Fred Grim ook. En dan laat hij Ben Scholten staan. En dan denk ik, als uiteindelijk alles gewoon weer loopt zoals het loopt, Mendes terugkomt, en dan weet je wie het kind van de rekening wordt. Toch niet Ben Scholten? Denk het wel. Denk het wel? Ja, omdat ik denk dat dan Ubbing naar nummer 10 gaat en Scholten. Ja, maar ja, je weet niet hoe het in het seizoen gaat. Kijk, Scholten op rechts vind ik geen optie, maar links zou misschien nog kunnen. Ja, maar daar zit hij, en dat snap ik ook wel weer, El Mesoudi neer. Ja. Want El Mesoudi, heel veel mensen zeggen van, die loopt met tegenzin te voetballen. Nou geloof ik dat niet helemaal. Ik vond hem vorige week trouwens goed starten, maar daarna slecht. Heel slecht. Want als Emmen verdedigen moet, dan heeft hij geen zin in. Nee. En dat is hij ook niet van. Nee. En als hij in grote ruimtes komt te spelen, dat hij moet counteren. Dat hoef je ook niet van hem te verwachten. Zal hij vandaag wat moeten doen? Alleen zal vandaag weer terug moeten verdedigen. Jawel, maar als Emmen beter is, dan speelt hij wel lekker veel op de helft van hem tegen. En dat wil hij. Ja. En dat is het. Kijk, als hij een hele grote ruimte komt te spelen, René, dan heb je heel weinig aan hem. En dan hebben we nog een man van Emmen, waar ook het stadion hier voor klapt. Dat is Piotr Patichek. Nou, dat hij nog geen tribune heeft vernoemd gekregen hier. Dat is mij. Die loopt hier ook 1 op 2, hè? Zo. Ja, die heeft ongeveer 100 wedstrijden gespeeld en meer dan 50 goals gemaakt voor de Superboeren. Ja, het is een jongen van deze streek. Nou, jij stond bij dat interview ook. Ja. Hij zei van, het is voor mij echt thuiskomen komende vrijdag. Nee, dat is dus vanavond. Hij kwam hier trouwens redelijk in stilte aan. Het was niet zo dat fans met hem op de foto wilden. Ja, maar het was ook heel rustig. Het was heel rustig. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, als hij zeg maar na de wedstrijd een rondje loopt door het stadion of naar het publiek bedankt, dat ze wel naar hem klappen. Dat denk ik echt. Ja, zeker. Absoluut. En hij die 3 keer scoort. Dat moet ik nog even zien. Zelfs dan. Zelfs dan? Ja, want de Graafschap heeft geen poging gedaan om hem terug te halen. Nee, daar heb je ook wel wat reacties op gehad, toch? Ja, dat vinden de Graafschap-fans wel gek. Die zeggen van, ja, hoezo hebben ze geen poging ondernomen? Ja, of ze wisten misschien bijvoorbeeld al, die kunnen wij niet betalen. Dat kan, hè? Je moet even zwaaien, Niels. Want en de kinderen van de Graafschap, maar ook die van Emmen, maken een ereronde. Dat is altijd leuk om even te zien. Ja. Doen we de Graafschap nu of zullen we dat naar de plaat even doen? Naar de plaat? Nou, ik wil er nog één ding zeggen over Emmen. Want Emmen heeft een nieuwe man. Is het rond? Joey Konings. Nee. Ja. Ja, ik heb nog meer nieuws. Ja. Maar Joey Konings. Ja. Dat is ook een superboer geweest. Ja. Dus, maar die kan ik je alvast melden. Nee, het zal ook Robin Schout eigenlijk superboer was. Maar die is er niet vanavond. Nee. Zit op de tribune. Maar deze Joey Konings, die wordt niet met warm applaus onthaald. Nee? Nee, hij schijnt namelijk in het shirt van FC Den Bosch een keer hier gescoord te hebben. En toen het publiek wat hebben geprovoceerd. Dus ja, dat is de gebeten hond sinds dat moment. Zit hij daarom op de bank? Nee, hè? Nee, hij heeft nog niet echt veel gespeeld. Maar het is zo mooi dat hij erbij is. Want hij was nog wel een beetje bang dat hij misschien niet speelgerechtig zou zijn vandaag. Maar ik zag vanochtend op zijn Instagram-account een linkje van wedstrijddag. Toen dacht ik van, nou, ik vraag hem even. Ja, zegt hij, ik ben speelgerechtigd. En toen vroeg ik nog, wat is je rugnummer? Wat denk jij?
29, denk ik. Je kijkt, hè? Nee, maar het is een spits. Ja. Dus, en ik wist dat hij 29, want dat dacht ik ook. Nou, ik denk, 19 kon niet. Nee. 9 is al vergeven, 19. Ja. Ik denk, of hij doet 99, twee keer 9, of hij doet 29. Nou, het laatste heeft hij gedaan. Hij voelt zich dus wel echt spits. Ja, en 9 plus 2 is ook nog 11, hè? Dat is ook nog, ja, want hij kan op de zijkant wel uit de voeten. Maar je merkt dan alles wel dat hij eigenlijk wel heel graag centraal spits wil zijn. Desnoods samen met Patrick. Ja, Patrick zei dat ook. Hè. Ik kop door, maar hij is erin. En hij is de loper. Ja. Maar je krijgt misschien met zijn jongen wel meer systemen. Ook omdat je nu, en daar zijn we denk ik allebei wel over eens, niet die hele snelle flanken hebt nog. Nee. Emme heeft, Ubbink is een aardige voetballer, maar niet een jongen die over de zijkanten snelt. En aan de andere kant, El Mesoudi komt ook veel naar binnen. Ja. Dus wat dat betreft, ja, misschien is het twee spits systeem niet eens zo gek op dit moment. Doen we een teaser of ga je dat nieuws, ga je nu nog vertellen? Nee, ik ga na de teaser. Naar de plaat. Eerste plaat. En dan vertel ik het grote. Heb jij groot nieuws, hè? Nou ja, dat staat nog nergens. Blijf luisteren. Eerst even een plaatje en dan snel weer terug voor de teaser van Niels Dijkhuizen. Tot zo. De eerste plaat van vanavond, Fire was dat, Niels. Ja. Sta je ook al in vuur en vlam? Nee. Nee? Nee, ik ben zo kalm en relaxed, joh. Ik weet niet hoe het kan. Want ik denk dat Emmy vanavond gewoon gaat winnen. Terwijl ik de opstelling van de Graafschap even ga doen, René. Ja. Mees Bakker is de doelman. Verder zien we in het elftal van Jantje Vreeman. Die maar niet weg te slaan is hier. Als ze hem ontslaan blijft hij gewoon. Komt hij gewoon terug fietsen. Ja. En als hij dan een onder 16 elftal doet, doet hij dat gewoon. En wordt hij een jaar later weer hoofdtrainer. Vindt hij ook allemaal prima. Jantje Vreeman dus, de trainer. Hij heeft Mees Bakker in de goal. Verder speelt hij met Schenk, Warmerdam, Mahi, Colijn, Hillen, Fortes, Brittijn, Schoppema, Buettner en Eunal. En dat is maar gunstig ook, René. Want de wissels, en er zitten er een paar tussen. Een heel lastig uitspreken, kan ik je melden. Ja, maar we hebben een fonetisch lijstje gekregen. Ja, daarom. Die heb ik net aan jou gegeven. Ja. Dus je hebt de uitspraak inderdaad erbij. Jij wacht op een code. Ja, want mijn telefoon geeft. GFT-verbinding werkt in één keer niet meer. Nee, die werkt binnen ook al niet. Oh, binnen wel. Oh, nou bij mij niet. In het begin van de uitzending hoor nog wel. Maar in één keer is die weg, dus ik krijg even... Zal het te druk zijn in het stadion? Dat hoop ik niet, want onze radioapparatuur gaat ook via de 5G. Dus dat moet niet. Alhoewel het nu hier voor ons nog wel redelijk meevalt, Niels. Ja, nee, het valt zeker nog mee. Maar de mensen zitten te wachten op het grote nieuws. Ja, ik heb iets beloofd, hè? Ja. En beloofd van Max Kroel. Zeker. Maar nou, je hebt een nieuwe speler in de aanbieding. Nou ja, ik had hem eigenlijk al getwitterd gisteren. Maar niet iedereen zit op Twitter of X tegenwoordig. Maar het is Jorrit Smeets. Ken je die? Ja, die ken ik. Ja, die ken ik heel goed. Ja, die deed Emma pijn. Die naam terugdenkt, dat doet het ouw. Want die speelde bij Almere City een paar maanden geleden. Ja, klopt. Die scoorde in de returnwedstrijd van die play-off finale. Scoorde hij de 0-2. Maar Jorrit Smeet, die op een lijstje stond bij Cambuur, op het lijstje stond bij ADO Den Haag. Die Jorrit Smeet heeft goede gesprekken gevoerd met de technisch manager van SCM. Die toevallig ook trainer is trouwens. En nou, die bevestigde het zojuist eigenlijk dat het rond is. Dus ik kan bij deze melden dat SCM een nieuwe speler heeft, Jorrit Smeets. Zo. Vers van de pers. Pik je dan zomaar even mee. Ja, dat had je anders niet gehoord. Nee. Als jij niet hebt geluisterd. Nee. Maar vertel het ook maar één keer. Bij deze en niet weer. Ja, je ziet nog, komt nog bekend tegen hier. Het is gezellig. Nou, druk zeg jij, maar ik vind het nog rustig. Ja, voor de Graafschap begrippen, alhoewel het uitvak van hem is redelijk gevuld, moet ik zeggen. Een half vol. Nou, iets meer, denk ik. Ja? Denk je niet? Ik denk, dit zijn twee bussen. Ja, misschien nog een enkeling die... Nee, dat mag niet, volgens mij. Ja. Nee, ja, zal het weer een verplichte combi zijn? Oh, is dus zover? Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het zijn twee bussen in ieder geval. Nou ja, noem twee keer 68 mensen. Zal er 150 zijn in totaal? Ongeveer? Ja, zoiets, ja. Denk ik ook. Nou, die code komt goed, René. Ik zie dat jij de inlogcode hebt. Ja. Ik zie dat jij zometeen verbonden bent met de wifi hier in het stadion. Tenminste, als je de code goed invult. Want als je verkeerd invult, René, dan doet hij niet. Heb je er niks aan, hè? Nee. Dus ik hoop maar dat het wel goed genoteerd is, zojuist. Door onze collega, die volgens mij het wifi-signaal aan jou doorgegeven heeft. Trouwens, ik krijg helemaal geen verbinding meer met mijn telefoon. Die zijn helemaal uit. Is het zo druk dat de telefoon het begeeft? Dat er geen 5G meer is en 4G? Dat lijkt me toch niet, want zo druk is het ook weer niet, vind ik. Maar goed.
Maar kom je er nou in of niet? Nee, hoor, ik sta even alles opnieuw op, want het is een beetje drama op dit moment. Ja, alles lijkt het te begeven hier. Alles lijkt het hier te begeven. Zolang de verbinding maar blijft staan, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Zullen we dan eerst nog... Nee, ik ga nog even wat aan jou vragen. En dan voel je natuurlijk al welke vragen gaat komen. Ja. Wat verwacht je van wedstrijd, Niels? Ik heb die wedstrijd van de Graafschap deels gezien. En ik heb natuurlijk ook een beetje de statistieken bekeken. Die van Jong Ajax, hè? Ja, en ook die wedstrijd van uit de Graafs tegen ADO. Ik heb Emmen, Cambuur natuurlijk zelf gezien in Leeuwarden en vorige week. Ik denk dat Emmen, met de ervaring die de formatie van trainer Fred Vrim heeft, de bal wil hebben. Alleen je weet altijd hier in Doetinchem dat ze hier vooruit worden gestuurd door dat enorme fanatieke publiek. Maar het voordeel is gewoon dat het ook hier gewoon een vakantietijd is. Dus het gaat echt niet bommetje vol zitten. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Emme bovenliggend zal zijn. En ook in principe gewoon de meeste kansen krijgt. Ja. Dat moet gewoon als je puur naar die statistieken kijkt van de laatste weken. Absoluut. En Patsicek, nou, dat is de man to watch. Zeker. Ik vond hem... het is natuurlijk wel wat anders uit of thuis. Want tegen Cambuur viel hij niet zo op. Nee. Maar vorige week was het prima. Ik zit even te kijken naar een schot. Hij werd ook gewoon niet bereikt tegen Cambuur. Nee. Het kwam ook omdat Emmen niet op de helft kwam. Nee. En eigenlijk veel te ver van de goal afspeelde van Cambuur. Nou ja, we gaan het zien of dat vandaag wel gaat lukken. Hangt de spandoek van de Graafs en een groot spandoek. 5 jaar samen achter de kleuren wit en blauw. Ja, maar ja, verbonden door passie af en toe zijn schaap altijd trouw. Behalve af en toe zijn wedstrijdje. Ja, ja. Want die staan ze dan over. Ja. En wat volgens mij gaan we ook beginnen met een minuut stilte, toch? Want ik denk dat is ook een beetje het probleem met mijn computer. Ik heb het keurig netjes opgeschreven. Alleen er staat in mijn computer die het nu niet doet. Oké. Nou ja, gaan we zo meteen nog wel even opzoeken. Ja. De partijen staan er klaar. Weet je weet je wat mijn telefoon aangeeft? Nou? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat gebeurde vroeger. Dat er geen 4G, ook geen 5G, maar E. Dat is het slechtste van het slechtste. Nou ja, dan hoop ik dat de verbinding maar blijft staan. Dat is dan even de vraag. Maar jij, inmiddels heb je wel wifi. Nee, ik nog niet. Ik probeer het nu op te starten. Met mijn computer doet op dit moment helemaal niks meer. Nee, het is één drama. We gaan gewoon naar de plaatjes op de plaat. De platen, want daar is het zo langzamerhand wel tijd voor. Voordat de spelers het veld komen, gaan we natuurlijk naar Daniel Loewes. Hier kom ik weg. En op het moment dat we bij het gaatje zijn van de plaat, dan komen de spelers het veld op. Iedereen gaat hier staan. En je hoort Benny Joling, hè? Ja. Daaraan. Ja, altijd leuk hier. Heel leuk. En we zien een spaandoek omhoog gaan met BB. V18. Ja, goede drum was er even. Dat was echt het onweer hier, Niels. Nee. Achter de tribune. Ja, er waren 2 kanonschoten. Maar weet je, je hebt opkomstmuziek en opkomstmuziek, hè. Hier kan Emma wat van leren, hè. Klein kritiekpuntje, maar dit is toch wel opzwepend, ook voor die tijd. En ook supporters van Emmen staan te zingen en te springen. Ja, nou ja, dat is misschien wel een signaal. Laten we dat vanuit gaan. Ik denk dat mooi werk, maar eens een liedje moet maken voor FC Emmen. Ja, inderdaad. Ik had zo lang een keer gebeld, eerlijk gezegd. Maar ja. De spelers komen het veld op Emmen in het vertrouwde thuistribune met een rode broek. En dat heeft ermee te maken omdat de Graafschap met een witte broek speelt. En dan is het niet vertrouwd. Het is, nou ja, het duurt wel, de rest niet, zullen we maar zeggen. Klopt. Jij wacht tot de klanken zijn weggeëpt, hè? Ja, het is een behoorlijke herrie hier. Want hier dat niemand ons ook hoort. Ik denk het ook echt niet. Nee, dus lekker, rust. Dus wat jij vertelt, ik denk dat niemand het gehoord heeft. Wat zei ik dan? Want ik verstop mezelf niet eens. Maar we hebben de opkomst zojuist gezien van de 22 acteurs en de arbiters. Nee, wie zijn die mannen eigenlijk? Want die hebben we nog niet benoemd. Ik ben nog druk bezig met opstarten. Dus maar ik weet het wel, hoor. Jij weet het wel. Dat is namelijk scheidsrechter Jesse Roosendaal. Ja, assistent scheidsrechter Van Dongen en Bodden. Dat is een lokale held, zeg maar. En de video official is Mike de Bruin. Dat zijn de mannen die de wedstrijd in goede banen moeten leiden hier op de Vijverberg. De superboeren tegen SCM. De superboeren tegen de boeren eigenlijk een beetje, hè? Ja, ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen. Ja, want Emmen mag ze ook heel graag boer noemen. Tenminste, die supporters sowieso. Ik ben erg benieuwd trouwens. Gewoon gras natuurlijk vandaag. Emmen traint tegenwoordig de hele week op gewoon gras. Niet in het stadion. Misschien is het een voordeel vandaag. Ja. Nee, dat je de hele week dus op een gewoon veld traint. En dat vandaag dus ook kunt laten zien. Ja. Met wat nieuwe namen dus. We zeiden het al in de voorbereiding. Met wat nieuwe namen in de selectie van SCM in de basisopstelling. Ubbink voor het eerst.
En dan gaan we inderdaad een minuut stil zijn zometeen. Overlijden van herenlid Herman Schutte van de Graafschap. Klopt, we gaan zometeen gaan we even een minuutje onze mond dicht houden. Dus dan weet u waarom het is. En we wachten nog even tot de vrouw verteld heeft wat deze man heeft gedaan. En dan houden wij ons nu even een dikke minuut uit respect stil. Bij de verbouwing van de Vijverberg. Daarnaast was hij jarenlang bestuurslid van onze club en oprichter van de supportersvereniging. Herman is 86 jaar oud geworden. We wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit grote verlies. Wij vragen u waar mogelijk te gaan staan voor het in acht nemen van 1 minuut stilte. Dat was een indrukwekkende minuut stilte dus in verband met het overlijden van een erelid van de Graafschap. Ik hoor het trouwens steeds een tikkie in ons geluid. Ik weet niet of dat een probleem is in Assen. Ik hoor het graag als het zo is. Oké, dus ik hoor dat het goed is. Dus kunnen wij gewoon een prima verslag gaan doen, René, van de wedstrijd tussen de Graafschap en RCM. De Graafschap 4 punten uit 2 wedstrijden. Emmen staat na 2 duels op 2 punten. Beide ploegen nog ongeslagen. Maar Emmen staat inmiddels wel al 4 punten achter koploper Rode JC. Fred Grim zei tegen mij, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Zijn we toe aan een overwinning? Ja, tuurlijk willen we winnen. Maar aan de andere kant, het is een soort verlenging nog steeds van de voorbereiding. We zoeken nog steeds. En verwees hij nog even naar afgelopen maandag. Er zijn meer clubs die nog zoekende zijn. En dan wees natuurlijk even naar FC Groningen. Dat gewoon verloor bij FC Utrecht. René, voor de mensen thuis die precies mee willen met ons. Nu zijn we begonnen. De aftrap verricht door Ben Scholten. Terug de bal richting Julius Dirksen. Die meteen de diepte zoekt richting Piotr Pacicek. Maar niet wordt gevonden. Dus kan de Graafschap voor het eerst denken aan aanval. Maar dat is van korte duur. Want daar is Haddeveld die zich te makkelijk de kaas van het brood laat eten. En dus moet de Graafschap even terug. Want dat was wel het geval. Naar de aanvoerder daar achterin. Terwijl ik nog wanhopig op zoek ben naar de opstelling. Die ik wel heb. Maar even moet zoeken. Dus Niels, jij mag het even overnemen. Oh, jij wil de naam hebben, hè? Ja, dat is wel handig als je verslag doet, hè? Ja, ik heb ze hier. Oh, fijn. Ik ben druk bezig met alles opnieuw opstarten. Maar ik heb verbinding inmiddels. Hey, heel fijn. De bal achterin bij de doelman. Dat is Mees Bakker. Beetje risicovol opbouwen. Maar prima. De Graafschap komt eruit. Bal nu aan de linkerkant van het veld. En dan meteen de diepte zoeken. Of de bal over de hele. Haddeveld moet ertussen zitten. Lukt dat ook? En dan moet El Mesouri het vervolg zien te bewerkstelligen. Maar die wordt van onder druk gezet. En kan uiteindelijk niet in balbezit blijven. Maar vlak wat jij wilde, René. Doet hij goed. Eerste duel wint hij. Want hij krijgt de ingooi mee. Omdat de bal wat paniekerig. Nou ja. Verkeerd geraakt gewoon door Fortis, de captain, over de zijlijn wordt getikt. Maar dat was wel precies wat ik bedoelde. Hij was gewoon sterk in duel zijn en dat deed hij uitstekend. Hallo, jij had het nog over kopduels. Ja, maar dit was ook, goed, hè? Ik had het ook over je lichaam schouderduw, gebruiken. Juist. Dit was prima. Ja. Burnett richting Ben Scholten, die nu vanaf de rechterkant komt, Niels. Ja, nou, hij had gekund. Dat hadden nee, we sorry. Ook. Nee, het was Ubbink. Dan is het goed, ik denk al. Ja, ik zat even misschien mogen ze af en toe van positie wisselen, dacht ik nog even. Ik dacht dat Scholten was, maar toen zag ik het terugnummer. En de nummer 10, die is voor Ubbink. En natuurlijk 19, dat is Ben Scholten. Ingooi voor de Graafschap. Aan de rechterkant van het veld is het denk ik Bazar Ünal. Die gaat gooien, neemt even een aanloopje. Inworp genomen, daar zit El Mesouri redelijk tussen. Maar de Graafschap blijft wel in balbezit. Bal moet even helemaal terug. En dat is in dit geval naar Rio Hillen. Hillen opent naar de linkerkant van het veld, maar krijgt de bal net zo snel weer terug. Dan is gewonnen trouwens door de Graafschap, hè? Ja. Dat is duidelijk, hè? Dat betekent dus dat ze in de tweede helft naar het favoriete publiek. Precies. De spelende
de harde kern, zeg maar. Daar is die rechtsback weer die de bal er aardig inlepelt. En het eerste kopballetje kan nu op doel worden gekopt. Jawel, maar heel erg slap. Makkelijke prooi voor Jan Oestra. De voorzet was van Ünal, ja, die mee opkwam vanaf de rechterkant. Maar uiteindelijk kon die bal geen kracht worden gegeven. Ja, die Ünal, René, is gewoon een rechte spits, hoor. Ja, alleen daar moet Harders wel iets korter zitten, ja, vond ik. Vond ik ook. Ja. Uiteindelijk wel, ja. Want het is uiteraard die 22, dat is Fortes. Die is back. Die is back, ja, inderdaad. Hij verdedigde net mee. Dat deed hij goed. Ünal. Maar nu weer terug in positie, zullen we maar zeggen. Schotten kan niet bij de bal. Maar schiet de bal. Ja. Wel, die houdt de rust inderdaad. Bal even terug, ja, naar Te Wierik. En Te Wierik even terug naar Hoekstra. Even de rust pakken. Even, ja, de Graafschap uit laten razen. Nou ja, ik weet niet of het uit laten razen is. Maar je moet gewoon domineren. Want je bent in principe ervarener dan de thuisploeg. En laat het dan ook zien. En vindt de goede kleur. Dat is de laatste weken natuurlijk best lastig, hè. Eigenlijk al sinds dag 1 in de voorbereiding is het moeilijk om de juiste kleur te vinden. En zeker voor een langere periode. Dat lukte vorige week in het begin wel tegen VVV. Kwartier lang. En daarna stortte het echt enorm in. Laten we hopen dat het vandaag langer gaat zijn dan een eerste kwartier. En een laatste half uur zoals vorige week. Maar laten we hopen dat het gewoon 90 minuten kan. Voorlopig is het wel de Graafschap dat meer de bal heeft. Maar wel op een positie waar je denkt, dan mag het. Heel veel erbij gehoofd. En als de bal diep speelt, moet je overnemen. Maar dan moet je wel de bal controleren, Ubbink. En dat lukt niet. Dus neemt de Graafschap over. En gaat de bal terug naar de doelman. En dat is Mees Bakker. Die heeft een goed vervolg. Want hij verplaatst de bal naar de linker verdediger. En die heeft veel ruimte. En dat is Schoppenma die de bal naar voren toe speelt. Moet Kieft de bal verdedigen. Doet hij niet goed. En dan is het een overtreding die gemaakt werd, ik denk, door Te Wierik. En dan mag... het was Scholten. Ben Scholten die de overtreding maakte. En dan mag de Graafschap een vrije trap nemen. Nou neemt het puntje van de linkerkant van ons gezien. Dus rechter gedeelte van het strafschopgebied van Emmen. Ja, een gevaarlijke plek. En neemt nog een keer zo'n strafschopgebied erbij. En daar ligt ongeveer de bal. Ja, ja. Dus een metertje of 32 vanaf de achterlijn. En dan lekker om mee tegenaan te lopen in je kop. Nou, we gaan zien. Veel beweging daar voorin. Daar is die bal. En het is Dirksen die de bal recht omhoog kopt. En via Hubbing gaat die ballen naar voren toe. Maar daar kan El Mesoudi niet bij. En dan kan de Graafschap weer overnemen. Terwijl er weer wat vuurwerk wordt afgestoken. Ja. Beetje net zoals vorige week bij Emmen. Maar dat was in het donker. Nu is het nog licht. En dus is het effect, Niels, een stukje minder. Nee, maar het gaat om de knallen. Oh, daar gaat het om. En die man die dit aftrekt wil ook niks missen. Dus vandaar dat hij het nu doet. De eerste corner is voor de Graafschap. Dat wel de meeste balbezit heeft in de beginfase van deze wedstrijd. En de eerste corner komt vanaf de hele andere zijde. En dat betekent dat FC Emmen weer in de verdedigende stellingen moet. En moet zorgen dat ze deze corner gaan verwerken. Tot een uitdraaiende bal. Voor de goal is er voldoende blauw en wit. Maar ook voldoende rood. En de bal wordt weggekopt. Alleen in tweede instantie niet opgevangen door Ubbink. Bal inderdaad weer voor de Graafschap. Nieuwe voorzet. Bereikt de spits niet van de Doetinchemmers. Wordt weer weggewerkt door Emmen. Weer over de zijlijn dit keer. Niet over de achterlijn. Dus geen corner. Maar een ingooi voor de Graafschap. Ter hoogte van het 16 meter gebied. Alle spelers van SCM op eigen helft, René. En allemaal. En laten we alsjeblieft even gaan voetballen met vuurwerk. Het is ook soms hinderlijk, hè? Ja, verschrikkelijk. Doe het gewoon lekker voor die tijd. Nou ja. Er is gefloten. Ja, zelfs dat horen we niet. Nee, je zag het wel. Ja, je zag het wel. Nou, nu is dat klaar. Waren de laatste, denk ik, inderdaad. Ja, en eindelijk. Ja. Of ze pakken het volgende potje. Ja, ja. Hey, gelukkig nieuwjaar, hè? Jij ook. Ja, ja. Beste wensen. Vrije trap voor Hoekstra. Die gaat hem nemen. Dat mag hij, denk ik, net buiten zijn 16 doen. En hij legt hem op de 16. Dat vind ik ook prima. Zegt tegen de verdedigers, ga maar naar voren toe. Want ik schiet die bal richting Pacicek. En dat zal hij nu ongetwijfeld gaan doen. Terwijl het een beetje mistig daar aan die kant begint te worden. Ja, het komt hier wel heen door een windje. Ja. Nou, eigenlijk is wind stil. En dat het daalt gewoon hier ook in het stadion. Ja. Ja. Maar vooralsnog niet aan de kant van Emmen nu speelt. Op de helft van de Graafschap. Maar het is Kieft de Belt die bal over de zijlijn loopt. En dus mag de Graafschap gaan gooien. Iets meer dan over de helft van hun eigen helft. Om het zo maar te zeggen. Richting de middenlijn. En heeft nog niet de grip, hè? Zeker niet, zeker niet. Maar we zijn ook nog maar net begonnen. Want we zijn, even kijken, 6 minuten en 36 seconden onderweg. Als Emmen de bal weer heeft vanuit de inworp, kreeg Emmen balbezit. Slecht inworp dus. En via Hardenveld gaat de bal terug. Vorige week had Emmen al geschoten, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Toen waren ze een paar keer gevaarlijk geweest zelfs. Precies. Nu nog niet. Maar wat eerst nieuws kan nog komen. Nee, Te Wierik naar Benet. En Benet met links
vanaf de rechterkant terug op een in de mist staande Hoekstra inmiddels. Hoekstra met de lange bal met links. Matsicek moet koppen. Het is eigenlijk... Scholten loopt in de weg. Ja, die onderdoor loopt en in de weg loopt. Hanneveld raakt die bal als laatste. En dus mag de Graafschap gaan ingooien. En ik denk dat Fortes dat gaat doen. Ja, maar hoezo gaat Scholten nou? Het komt nu wel aan dan. Ja, goeie vraag. Nou, maar dat moet je overleggen. En dat kan nooit zo zijn als Patsicek in het centrum van de spits staat en de beste kopper is. Dan moet je dan niet Scholten daar in de weg laten lopen. Dan moet Scholten erachter komen als hij doorkopt. Ja. Dat vind ik. Maar goed. Er is al gescoord René, op andere velden. Jong Utrecht speelt bij VVV. Daar staat het 1-0 voor VVV. En Cambuur staat thuis op achterstand tegen Jong Ajax. Zo. En Emme heeft de bal, dit is goed, doorgespeeld door Bert Scholten. Dacht ik goed. De combinatie met Patsicek was goed. Alleen de bal van Scholten is te ver. Ja, inderdaad te ver. Het kan niet worden binnengehouden. De Ubbing samen met gelegenheid rechtsback. Staat hij al voor de derde keer trouwens nu. Je kunt bijna geen gelegenheidsrestback meer noemen. Nee. Door Renzo Burnett. De Graafschap heeft de bal. En die heeft de bal op een gevaarlijke plek. Namelijk ver op de helft van Emmen. Maar Emmen zit ertussen. Alleen Ubbing zal nu het duel moeten winnen. Hoeft niet, want er wordt geholpen door Burnett. En nu een beetje rust in het spel graag. Want Emmen gaat een beetje mee in dat onrustige voetbal. Nu dan. Countermogelijkheid. Bal bij Scholten, die de middenlijn overgaat. Brengt ze bij El Mesoudi. Aan de zijlijn. Tegenover zich de captain van de Graafschap. Dat is Fortes. Dit is goed inspelen. Ai, dat moet beter zijn. De kaats van Kieftenbelt richting Vlak. En die kaats is niet goed. Dan moet Vlak in omschakeling vasthouden. Ja, dat hoeft niet, maar dat doet hij. Maar dat is eigenlijk door die slechte bal van Kieftenbelt. Ja. Moet Vlak de overtreding maken. En net als vorige week loopt hij dus tegen een gele kaart aan. En dat betekent toch weer heel vervelend René in de duels. Dat hij geel heeft. Trouwens, Cambuur komt op 1-1 tegen Jong Ajax. Ja, dat is snel. Ja. In de 11e minuut. Ja. En ook gescoord bij SC Dordrecht tegen MVV. Dan wordt het 0-1. Vrije bal hier. Genomen door de Graafschap. Naar die overtreding dus van Jari Vlak. Die ook in het boekje is verdwenen. Van scheidsrechter Roosendaal. Balbezit achterin bij de thuisploeg. Inmiddels op de helft van hem. Aan de linkerkant van het veld. Wordt de ruimte gezocht. Die wordt daar gevonden. Moet hem achteruit. Was het balletje op Britijn. Die nu ziet dat de bal richting de achterlijn gaat. Maar er zit Benet wel zwaar tussen. Maar ten koste van corner nummer 1 in de wedstrijd. Twee al voor de Graafschap deze keer. Vanaf de linkerkant vanuit de Graafschap gezien. En het is Alexander Buettner die de corner gaat nemen. Met links wordt het dus een afdraaiende corner vanaf die linkerkant. Kijk even naar de klok. 10e minuut van de wedstrijd. En Buettner neemt zijn tijd, maar pakt zo'n beetje de maximale aanloop. En daar is de afdraaiende bal op het oog van Patisek. Die de bal in ieder geval ver weg klopt. Maar dan kan El Mazoudi er niet bij. Wel een verandering ten opzichte van andere jaren, Niels. Want El Mazoudi bleef voorin staan. En normaal gesproken gebeurde er niet. Ging alles en iedereen terug. Ik hou er wel van. Hou in ieder geval één speler voorin. Ja. Alleen. Hij is niet de snelste. Nee, maar hij kan wel een bal vasthouden, hè? Ja. Ja, daarom is dit de keuze natuurlijk geweest. En wie heeft wel de snelheid, René? Dat heeft Emma nu niet. Op dit moment eigenlijk niemand. Nee, dus ik snap het wel. Ja. Balbezit 57% voor de Graafschap. 1 doelpoging. Nou, dat was niet echt een poging. Een makkelijke prooi eigenlijk voor Jan Hoekstra. Dat een poging is, staat eigenlijk nergens op. Maar goed, Emmen probeert eruit te verdedigen. Heeft nog niet, en dat heb ik al eerder gezegd, de grip. Maar misschien wel in een counter af en toe de mogelijkheid om voor dreiging te zorgen. Ja, je ziet het alweer. El Mesoudi, dat is een speler die aan de bal wil zijn, René. Ja, geen flankspeler is. Nee. Dat laat je eigenlijk nu ook zien. Maar waar moet je hem dan neerzetten, René? Achter de spits. Maar dat kan alleen, denk ik, als je heel hoog op de helft van een tegenstander speelt. Maar dit ziet er wel leuk uit, want de bal is bij Ubbing. Die gooit hem voor, hoor. Dat doet hij gewoon. Ja, die bal is redelijk scherp, te scherp. En moet dan bij de cornervlag worden binnengehouden. En denk dat niet lukt. Oh, het lukt ook nog. En sterker nog, hij krijgt een ingooi mee. Eigenlijk een hele slechte aanname van hem. Maar ja, maar het was ook niet makkelijk in deze situatie. Misschien daar al wat glad in dat hoekje. Iemand met zijn kwaliteiten. Ja, maar je weet niet of het daar zeiknat is naar die regenbuien van vandaag. Ja. Maar goed, hij heeft een ingooi dan over. En dat betekent dat Hardenveld mee opkomt. Hem wel gaat gooien, ongetwijfeld richting Patsicek. En dat doet hij eigenlijk niet goed. Want hij gooit hem op de voeten van de speler van de Graafschap. En dan kan die ploeg counteren. Maar Burnett is op tijd. En met zijn linkerbeen. Nu komt het wel goed uit. Want dan kan hij er wel in één keer doorspelen naar de doelman. En is het gevaar geweken voor de counter. En is er ook geen gevaar geweest. Voor de FCM dus. Uit die omschakeling met de Ubbing. Die een te scherpe voorzet had. Maar wel een speler is. En maar weer laat zien dat hij heel snel toch de man voor de goal ziet staan. Sneller denken, snelle voetjes, zullen we maar zeggen. Ja. Nu nog iets minder scherp, dan komt dat helemaal in orde vanavond.
balletje even weer terug. En ook hij staat natuurlijk niet op een plek waar hij niet staat. Nee. Via Dirksen gaat de bal naar Hardeveld. Die inmiddels op de helft van de Graafsen staat. Met een gelukje bij de Scholten. Andere kant. Ja, Burnett is boos. En terecht. Behalve Ubbing, die klapt. Die klapt nog wel, maar Burnett was woest. En terecht hoor. En terecht, want ja, je kunt zelfvertrouwen hebben om vanaf 30 meter die bal 40 meter naast te schieten. Ja. Ja, dat was als je in de kruising gaat, René. Dan zegt niemand wat. Nou, dan sta je op de banken, dat bedoel ik. Schiet je hem bijna het stadion uit, dan is iedereen boos op je. Ja. Maar vanaf die afstand... Maar is het dan een doelpoging? Het is een doelpoging, ja. Okay. Er is iemand wel gewond geraakt op de tribunes of nee. Nee, dan in die woonwijk. Ja, dat kan ook in de tuin. Maar doeltrap is inmiddels genomen en de Graafschap... Emme stoort vroeg. Ja, met Ubbink. Maar... Alleen daar moet Burnett ook door, ja, als bek. Doe er eens eentje. Ja. En moet van ver komen. Komt Burnett te laat. Is het Te Wierik die even vasthoudt? Voordeel. En, nee, niks aan de hand. Dus, counter. Ubbink aan de rechterkant. Oh, gaan de vlag ik omhoog. Twijfel. Ik twijfel echt hoor. Hij stond scherp en laten we ervan uitgaan dat de assistent aan de overkant... Nou, kijk, dit is waardeloos van de VAR, maar ik had dit wel willen zien. Ja, maar ja. Dat kan niet, dat weet ik wel. Niet, ja. Maar ik twijfel. Maar ja, maar ja. Hij niet. En dus een vrije trap inmiddels genomen voor de Graafschap. In balbezit. Het zijn ook eerste divisies grijsrechters, hè? En assistenten. Ja. Dat is geen topniveau, hè? Nee oké. Okay. Maar ook als niet toppen kun je het zo van goed hebben, Niels. Ja, maar je hebt toch twijfel. Ja, maar ja. Ze zijn niet zo goed. Nee, dat is allemaal wel. Maar hij kan het goed hebben, Niels. Hij kan het goed hebben, ja. Maar daarom zou ik ook graag een VAR hebben, zeg ik. Liever een VAR in de eerste divisie. Ja. Hier gaat El Mesoudi in omschakeling wederom. Nu er langskomen. Of een tikkie richting vlak. Dat is goed. Patsicek aannemen. Leggen. Richting Ubbing. Doorspijden. Dit is een kans hoor. Dit moet een goal zijn. Oh ja. Omhoog, Niels. Ja, het is buitenspel. Ik twijfel weer. Maar goed, de aanval is heerlijk hoor. En als het buitenspel is, oké, prima. En ik denk ook dat vlak de bal net te dicht op de keeper onder controle kreeg. Ja. Was ook moeilijk. Ja. En kon hem dus niet langs die doelman krijgen. Maar dit was al een heerlijke aanval. Los ervan, aanval prima. Oh, was mooi. Drie keer één keer raken. Ja. Vlak vrij voor de keeper. Grote teen naar buiten spel. Zullen we het daarop houden? Ja, ik twijfel. Ja. Maar ja, die man, dat is KKD. Ja. Ja. Heb je mee te maken? Ja, kijk, wij zijn Eredivisie natuurlijk afgelopen jaar gewend. Ja, je bent dat gewend. Ja. En dan ga je toch ook mee in dat niveau. Ja. Goed, buitenspel gevlacht en gefloten. De Graafschap in aanval. Diepe bal, kansloze actie. Makkelijke prooi voor Hoekstra. En het is Kevin Bodde. Dat meen je niet. Ja. Ja, dan... Dus, en die durft natuurlijk niet partijdig te zijn. Ja, ik denk dat je het verkeerd hebt, Niels. Want die meneer is kaal. Dat is Bodde niet. Nou, dan is het raar. Want de eerste op de lijst... Dan hebben ze het verkeerd opgeschreven, hoor. Ja. Maar de eerste op de lijst hoort namelijk aan deze kant te staan. Maar ja. Maar je ziet, dat is hem, hè. Hier rechts. Nee, Kevin Bodde staat wel aan de goede kant. Dat is Bodde niet aan de overkant. Ja. Ja? Ja. Dat is Bodde. Oh, oké. Okay. Nee, ik ken Bodde niet. Ik dacht dat hij haar had. Nee, ja, een heel klein beetje. Oké. Okay. Licht, kijk. Licht, oké. Okay. Kijk, zie. Oh, ja. Ja. Maar vooral baathaar. Wat een knapper. Ja. De Graafschap. Nou ja, dat is om maar even te zeggen, als hier gevaar komt, kan ik zo vertellen, want het is buiten spel. Aan de andere kant. Maar dit is dus een assistentscheidsrechter die voor zijn geaardheid, en hij is homofiel, en hij komt daar gewoon vooruit. Ja. Dat gebeurt er vaker. Nou, in het voetbal? In scheidsrechterij wel. Oh. Ja, oké, dat wel. Vast Vita al in het verleden. Zeker. Maar in het voetbal is het toch niet heel gebruikelijk. Danny Mackely. Ja, je hebt over scheidsrechters. Dat klopt, dat klopt. Nee, klopt. Hij is arbiter. Ja. Nee, oké. Okay. Maar goed, dat is het verhaal van hem. Oké. Okay. Niet heel interessant, hè? Ja, fijn dat ik het weet. Hij is getrouwd trouwens. Oh, nou, ja? Ja, dan weet je dat ook wel. Okay. Ja. Met Jan? Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ingeworpen. Alleen, ik zit een beetje te lezen, want hij hoopt eigenlijk dat de eerste man, weet je wel, de voetballer, dat ook een keer gaat doen. Dat hoopt hij eigenlijk. Ja. En dat snap ik wel. Nou, ja, daar is daar het wacht voor op. Als je het weet, laat het me weten, Niels. We zien dat de Graafschap de bal weer heeft zelf helemaal terug naar Mees Bakker, de doelman van de Graafschap. Die kan voor een korte bal kiezen, maar hij staat hoog op, zoals dat heet. Dus het wordt waarschijnlijk een lange bal. En inderdaad, richting de middellijn. Dan moet Dirksen het wel winnen. Hoeft niet, want Hardeveld komt goed voor zijn man. En ja, maar mag wel een goede kleur vinden. Ja, dat deed hij niet. Maar wellicht dat het nu kan. Oh, is het vlak die eigenlijk de Graafschap in balbezit houdt. Nou, hoe sterker nog, hij geeft Britijn, een die de bal voortrekt. Maar dan is het Hoekstra die goed ingrijpt. En de bal voor de voeten van een aanvaller wegplukt. Het was denk ik Colijn die daar gevaarlijk dreigde te worden. Gebeurde niet. En dus Emmen weer een bal bezit op het middenveld. De rust bij Kieftenbelt. Eén mooie aanval gezien.
In minuut 17 zijn we inmiddels. Eén goede aanval gezien van Emmen. De Graafschap had meer balbezit. Ik denk inmiddels dat het aardig gelijk aan het trekken is. Want Emmen krijgt iets meer grip, iets meer controle. Om maar zo te zeggen in de wedstrijd. Sterker nog, Emmen heeft inmiddels meer balbezit dan de Graafschap. Alleen ja, die ene bal die Ubbink gaf op vlak, ja, het was wonderschoon. Alleen het is zonde dat wij niet hebben gezien met een VAR bijvoorbeeld. Ik probeer nu even de beelden te bekijken met mijn scherpe ogen, dat ik het misschien wel kan zien. Dit is een goede bal hoor, richting Patsjek. Andere kant, ligt open. Ubbink moet hem maken, is een debuut. Valt in de basis en dat doet hij niet. Oh, oh, oh. Wat een kans Ubbink. Hij doet alles goed. Ja. Behalve dat allerlaatste tikkie. Of is het een goede redding? Nee, ik vind vooral dat hij een kans mist. Moet wel zeggen dat de keeper goed zijn doel verkleinen. En ach, maar die moet er wel in. Ja, moet erin, ben ik met je eens. Maar de actie is prachtig, maar dat telt niet. Maar er is wel een corner en die neemt hij zelf. Ja. En hij zegt even, wachten. Want ik wacht op de Wiering. Die moet eerst in die 16 zijn. En ook de man die nu aan de bal komt. En dat is natuurlijk Dirksen. Die moest ook nog even komen. Maar die heeft de bal nu gekregen. Legt hem terug. Dan kan hij weer ingeslingerd worden. Door Kieftenbelt. Legt hem richting Patsjek. Kan hij koppen? Nee. Bal wordt verlengd door een verdediger van de Graafschap. Ingehouden door Ubbink. Oh, maar had hij kunnen scoren. Maar goed, dat kan nog, hè. Want de set. Oeh. De bal komt voor via Hardeveld. Schieten. En uiteindelijk is het Messaoudi die hem met zijn linkerbeen schiet. Ja, die bal schampt hij een beetje. Maar ja, hij raakte niet lekker, hè. Ja, maar we dus gaat hij via verdedigen naast. Ja, en dus is het Ubbink die van de linkerkant naar de rechterkant gaat. Maar is echt op jacht naar een goal. Ja, dit had het moeten zijn. En ook uit die corner werd het weer gevaarlijk. En Coman Emmen maakt die goal, zingen de supporters. Nou, dan lijkt me dit een uitstekend moment. 18 minuten en 40 seconden op de klok. En Ubbink vanaf de rechterkant. Goh, hij deed alles goed, hè. En daar de afdraaiende bal. En daar is de kopbal van, ik denk, Ben Scholten. En die kopt de bal. Ja, Scholten. Ja, een metertje of twee naast. Raakt hem niet helemaal goed. Ja, Emmen drie keer gevaarlijk. Maar er staat nog steeds een 0 op het scorebord. Overigens bij beide ploegen. Ja, maar dit had een goal moeten zijn, man. Oei, oei, oei. Maar een geweldige aanval, Niels. Ja, helemaal een aanval. Ja. Maar ja. Voor aanvallen krijg je geen punten. Of je moet van voetbal een jury-sport maken. He? Maar Emmen... Nou, liever niet. Emmen krijgt kansen. En dat moet de burger toch moed geven. Alleen ja, als je zo dicht bij de keeper staat, René. Ja, hij deed hem binnenkant voet, hè. En misschien moet je gewoon niet nadenken. En had hij toch de tijd om een beetje na te denken. En dan gaat het net mis. Zonde, want in zijn basisdebuut scoren, dat is lekker, toch? Ja, ja, nou, ja. Dat is zo heel... Weet je nog alle tijd voor trouwens, hè? Het is niet gedaan, hè? Nee. En hij zit lekker in de wedstrijd, zullen we maar zeggen. Ja, pasend. En net al. En hij bleef rustig, hè? Ja, bleef kan nog even een tegenstander uit. Ja, dat was echt prima. Ja. Alles deed hij goed, op één ding na. Ja, wel het belangrijkste. Ja, redding is knap, kun je dan zeggen, maar... Ja, het was ook knap, maar hij moet er wel in van 1 op 1. Ingooi voor de Graafschap. Inmiddels is het Scholten die onderschept. Kan Kieftenbelt de bal overnemen. En die houdt de rust en stort wel even terug op Hoekstra. Die dan met een diepe bal Patisek probeert te bereiken. En dat lukt. Dan is het Ubbink die de bal mee kan nemen. Maar hij raakt de bal niet goed genoeg. Springt van zijn voet af. Maar er is Emmen weer met Kieftenbelt. Die probeert Patisek te bereiken. Maar die verleent dan uiteindelijk Ubbink niet. Die nog een keer zijn handen voor zijn gezicht slaat. Ja, en nog steeds baalt van die kans van een minuutje of twee geleden. Die hij had moeten maken. Maar het is nog steeds 0 tegen 0. Niks aan de hand. En we kijken best wel naar een aardige wedstrijd. Waar Emmen steeds beter in het spel komt. En ook vroeg druk zet. Waardoor Bakker, de keeper, weer de bal lang moet spelen. Niet rustig gaan opbouwen. Maar dat gaat voor ons nog prima. Daar zit Hardeveld weer vol op de man. Moet de bal weer terug naar Fortes. Fortes weer helemaal terug naar zijn doelman. Naar Mees Bakker. Dit keer kan hij wel kort op gaan bouwen. Want Emmen moet even wat meer afstand nemen. En is het denk ik in dit geval Hillen. Die kan denken aan een aanval. Hillen krijgt de bal vanaf de linkerkant weer terug. Maar is inmiddels opgeschoven tot bijna de middenlijn. Dan gaat de bal even breed richting Schenk. Schenk speelt dan Buettner in. Buettner René, die ene bal op Ubbink. Daar aan de zijkant. Dat was echt heel twijfelachtig. Of het wel buitenspel was trouwens. Ja, zit ik hier terug te kijken. Ja. En dan ga ik nu even richting die goal bijna van vlak. Let op hoor. Hier komt de paas. Hier staat iemand te dromen. Dus ja. Ja, maar er staat nog die is nu al gegeven. Ja, maar die doet er niet mee in het spel als de bal naartoe gaat naar hem. Oh, naar hem, ja, oké. Okay. Nee. Kans, ja, andere kant. Dit is vlak niet. Je bedoelt nog steeds de eerste van Ubbink. Ja, van Ubbink, die eerste. Ja. En nu ga ik even naar vlak. Maar dat duurt iets langer. Maar we krijgen weer een corner voor de Graafschap. Maar Niels, het is allemaal leuk en aardig. Maar je schiet er niks mee op. Nee, maar ik was benieuwd. Ook al heb je twee keer gelijk. Nee, maar ik was even benieuwd. Ik zit ook even... Even kijken of hij daar gelijk heeft. Let op, hè? Want dat komt nu mee. Je moet de corner even in de gaten houden. Ik kijk de corner even in de gaten. Ik ga weer exact op het moment stilleggen. Ja, zeker. Van de paas. Je weet hoe scherp ik ben. Ja, ja.
corner van de Graafschap. Vanaf de linkerkant is het natuurlijk weer Buettner. Oké, okay, die tweede was buitenspel. En dan is het Dirksen die de bal wegkopt. Afvallende bal is voor de Graafschap. Moet Emmen dus weer in de achteruit. Bal weer naar Buettner toe. Die staat er nog steeds aan die rechterkant. Moet wel naar zijn linkerbeen. Met een aardig wippetje vindt hij een medespeler. En dan is het in dit geval Ubbink. Die goed mee verdedigt de kosten van een inwerp. Het was buitenspel, hè? Ja. Nou ja, jammer dan. Eerlijk is eerlijk. Die laatste was buitenspel. En die eerste misschien ook wel. Dus toch een goed oog, die Kevin Bodde. Ja. Excuses, Kevin. Ja. Zal nooit meer iets naast over jouw kwaliteit als buitenspelscheidsrechter. Voorlopig niet. Nee. VVV op 2-0. Zo, lekker man. Vrije trap voor de Graafschap. Het is een soort strafcorner. Want, en Cambuur op 2-1. Oké. Okay. Voor dus, hè? Ja. Ja. Vanaf, het Eindhoven-NAC 1-0. Vanaf de rechter cornervlag mag je een paar meter, een metertje of acht naar binnen toe, denk ik. Het is gewoon weer een gevaarlijke plek. En een heerlijke plek voor Buettner. Die zou zelfs nog, omdat hij een beetje vanaf de achterlijn ligt... In één keer kunnen schieten. Doet hij niet. Het is een gekke speler. Nou, ja, daar is de aanloop. Daar is de poging. En daar is de kopbal. Niks aan de hand. Voor Hoekstra. Niks aan de hand. Makkelijke prooi voor tweede keer dat die bal een beetje daar dood. Vlak voor neervalt, hè? Ja. Maar dit keer let maar hij die, maar die heeft een goede trap, hè, Buettner? Ja, Buettner legt er meer waar je met me wil. Ja, dat is gewoon, de trap is Eredivisie-niveau nog altijd. Dat is gewoon zo. Verdedigend doet hij niet zo heel veel. Daar is Donny Warmer dan voor. Maar aan de bal, prima spelen. Ja, klopt. Nee, hij zal niet veel lopen. Want dat moeten anderen doen. Hij wil de bal. Ja, hij kan trouwens wel lopen van zijn huis hier naartoe. Want we hebben zijn huis hier een keer gezien. Ja, dat klopt. Nee, maar het is gewoon een jongen die vooral de balbezit prima is. Maar als hij ook in ruimtes komt, heeft hij ook een probleem. Ja. Dus eigenlijk moet je daarvoor zorgen. Emme heeft de bal. Aan de rechterkant van het veld wordt Buettner gevonden. Die moet met zijn linkerbeen doortikken. Dat lukt ook richting Ubbink. Ubbink probeert hem weer in één keer voor te geven. Ja, daar hou ik wel van, hoor. Niet wachten, niet twijfelen, niet de bal eruit halen. Nee, voor die pot gooien. Drie in de Graafschap. Ja, dat gaat. Hè? 3-1 de Graafschap. Hè? 3-1 de Graafschap. Tegen jonge Ajax. De Graafschap speelt 2 wedstrijden vandaag. Cambuur. Waar heb je het over? Ja, ja. 3-1 Cambuur. Ja, dat klopt. 3-1. We kijken naar de corner van Ubbink. En die wordt niet lekker geraakt door Patricek. Bal gaat wel door naar de buitenkant. Daar staat Houdenveld nog. Die legt hem terug. Goed hoor. Kieft hem wel. Moet hem even goed leggen. Rechterbeen inkrullen. Doet hij. Is niet goed. En vlak zeg ik wel een penalty. Maar nee, zegt Roosendaal. Die krijg je niet. Ik word vastgehouden. Ja, maar er is ook geen VAR. Dus je kunt mapperen wat je wil. En als je doormappert, krijg je geel. Ja, maar het voordeel is dat hij als aanvoerder wel wat mag zeggen. Dat wel. Maar nog een gele kaart betekent rood. Want heeft dat wel. Staat al op scherp. Ja, die vlak. Nou ja, hij zei ook gewoon van ik werd vastgehouden. Dat, als dat niet mag. Ja, dat mag ook wel. Nou, Roosendaal, geen Piet Lut. Geeft daar geen geel voor. Gelukkig maar. Terwijl de bal even weer teruggaat naar Mees Bakker. De doelman van de Graafschap. Je was zo stellig, man, met je de Graafschap. Ja, ik denk, waar heeft hij nou over? Hoe ik er ook bij dat je het aantal corners, want dan klopt er wel 3-1 voor de Graafschap. Ja. Qua corners. Maar ik denk, is dat nou zo heel belangrijk? Ik bedoelde dat Cambuur tegen jonge Ajax op... Nee, dat is duidelijk. Je dacht, hij vindt een zijn of niet? Nou, nee, ik dacht, nou, hij bedoelde een aantal corners. Ja, maar is dat nou zo interessant? Nee, is ook niet interessant. 3-1! 3-1! Ja. Ik denk, nou, het is 3-3 ook trouwens in corners, dacht ik nog. Maar... Ik denk, waarom begrijpt u me niet? Nou ja. Ja, het is 3-3 in corners. Ja, mijn man begrijpt me niet. Ja. Nee. Goed. Nou, ja. En meneer vindt de bal achterin. Is het Kieftenbelt die de bal naar de linkerkant speelt. Dan staat Dirksen. Die had hem overheden kunnen spelen. Dat doet hij niet. Benet durft het niet. Kies voor Al Mesoudi. En Harderveld weer terug naar Dirksen. Nou, hij kiest voor de voetballende optie. Ja. En dat vind ik ook prima. Prima. En dat doet Harderveld ook. Althans probeert het richting Scholten. Dat doet goed, hè? Dat is El Mesoudi slim. Ja, dat doet hij prima. Dan loopt het gaatje dicht. En blijft van de bal af. Dat betekent dat Harderveld mag gaan gooien. Metertje of 15 op de helft van de Graafschap. En mag hij verder gooien. Gaan gooien. Alhoewel hij dat zelf niet doorhad. Jawel, maar er kwam een been voor zijn lichaam. Ja, maar hij liep een beetje terug. En dan zou hij de bal op moeten halen. Maar goed, heeft hij inmiddels gedaan, gegooid. Maar dan moet de Graafschap de aanval overnemen. Dat lukt niet, omdat zowel Dirksen als ook de Wierik op staat te letten. En Hoekstra aan het werk wordt gezet. Nou, die Colijn die dacht, die krijgt misschien wel een vrije bal. Ging wat theatraal liggen, moet ik zeggen. Die van PSV gehuurde speler. Door de Graafschap. Of is hij gekocht? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, het zal best wel eens huur kunnen zijn. Maar dat kunnen we wel vinden. Maar Colijn is een goede speler. Ik vond hem tegen Jong Ajax ook goed spelen. Alleen nu komt hij even niet aan de pas. Maar de Graafschap heeft nu wel de bal. En dan wordt er vastgehouden door Houdenveld. En dat betekent dat de Graafschap een vrije bal mag gaan nemen. Stijf aan de zijde. En trouwens, ik zag al staan 1-1-L bij Colijn. Maar ik weet 100% zeker dat Colijn met dubbel L is namelijk. Oh nee, 1. Nou ja.
Olijn en om met Y. Het is een Canadees. Ja. En hij heeft een contract voor 2 seizoenen, dus hij wordt niet gehuurd. Nee. Oké, Houtenveld aan de bal, stijf aan de linkerkant, inspelen richting Vlak. Die heeft ruimte op het midden. Wordt nu een beetje gekruist, speelt af richting Hubbing. Die had hem kunnen laten lopen. Ik denk dat Vlak het ook wilde. Ja, richting, maar ik denk ook niet dat het heel dom was van Hubbing om die bal tegen te houden. Want dan had er een speler van de Graafschap tussen kunnen zitten. Nu moet hij wel verdedigen samen met Burnett. Ja, en je ziet toch dat Burnett zich minder comfortabeler voelt gewoon aan die rechterkant, René. Ja, maar dat is gewoon met aannames. Die bal die hij verliest heeft gewoon te maken dat hij... Dat hij het net aan tijd nodig heeft. Ja. Net die seconde, hè? Ja. Dat je nodig hebt om hem voor je link te leggen. Of hem met je linker mee te nemen. Of met rechts aan of met rechts aan te nemen. Oh, die bal komt goed. Bij de tweede paal. Dit kan een goal zijn. En dat is het niet. Maar daar staat volgens mij Hardenveld compleet verkeerd. Ja, die vond deze voorzet kennelijk zo toevallig. Maar dat, je moet altijd je man in de gaten houden. Dat was Buettner volgens mij die bal gaf. Op maat. Ja, en, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval een bal die plots voor de voeten klapte van die speler die hem naschoot. Ja, Hardenveld staat gewoon... En was het Colijn? Hij was hem kwijt. Het leek mij Colijn. Ja, maar... leek mij ook. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, de corner wordt genomen vanaf de linkerkant. Buettner weer afdraaien. De bal dit keer. Daar is de bal. En die wordt in eerste instantie verwerkt. Kan die bal weer worden onderschept. En moet Emmen in achteruit. Wordt heel veel geschoten. In dit geval is het Mahi. Het was nummer 10 die schoot. En het was de redding van Jeff Hardenveld ook nog weer. Met zijn voet. Okay. Dus dat betreft, hij herstelt wel. De voorzet is echt schitterend hoor. Hij stapt in Hardenveld. Dan is hij geklopt. En dan tikt hij hem volgens mij zelf nog aan. Dat vind ik knap. Want hij herstelt toch razendsnel. Ja, was verdedigend in eerste instantie die goed. In tweede instantie lost hij dat prima op. Alhoewel, het kan ook wel de kont zijn van Julius Dirksen. Ja, maar goed, maakt het niet uit. Het was Mahi. Wat is het nou? Het was Mahi die schoot. Mahi die schoot. Ja. En het was... Wat zei ik dan? Colijn? Ja, Colijn. Ja, maar ik bedoelde dus Mahi. Stop de tijd en je zet één joker in. En die zit naast ons. Ja, dus onze live vlog. Ja, precies. Goed. Altijd wat vertraging, hè, in het geluid. Amai. Dus hij gaat zo lachen, let maar op. Ingooi voor Emmen, 10 meter op eigen helft. Daar staat Jeff Hardenveld om die bal te gooien richting El Mesoudi richting Hardenveld opnieuw. Dan diep zoeken richting Hubbing. Is hij sterk? Ja. Eerst even zetten richting die tegenstander. Dit is ook goed richting Patsicek. Ai, Patsicek. Ja, die heeft dus te veel tijd nodig. Ja, hij had wel door dat hij naar rechts moest. Ja, klopt. Maar ja, als je die bal niet onder controle hebt, dan kan je er niet zoveel mee. En nu zet hij druk op die keeper. Maar die keeper kan er redelijk makkelijk steeds uitvoetballen over links. Ik zeg het in één keer goed. Cambuur, Jong Ajax, 3-2. Ja, maar over links, René. Ja, ja. Dat is een leuke wedstrijd. Over links kan hij makkelijk opbouwen. Want Emma kan daar niet echt druk naar voren uitoefenen. Nee. Omdat Hubbing naar binnen komt, dat is logisch. Want dat is zijn spel. Ja. En Burnett niet het gevoel heeft van ik ga de hele tijd mee opkomen. Nee. Want ik heb nu al de bewaking over 2 personen. Ja. En, ik snap dat wel. Dus dat is lastig, hè. Die rechterkant, om daar echt druk mee te zetten op de verdediging van de Graafschap en de opbouw te verstoren, is moeilijk. Dit keer zit Hardenveld er wel goed tussen, maar wel eens wat de kosten van een eenworp gevaar. De eerste gevaar geweken. Nu moet hij in achtervolging. Dit is denk ik niks. Nee. Goed gedaan. Het was in dit geval Brittijn die hoopte op een overtreding. Kreeg hij niet. En in balbezit met El Mesoudi. Over de hele. Dat is een prima bal naar Hubbing. Hubbing aanname direct naar voren. Prima gedaan. Nu is het Burnett die wel meegaat. Maar Hubbing kiest voor zekerheid en Kieftenbelt. Kieftenbelt op de middenlijn. Rechts van het midden even weer terug naar Hubbing. Die daar wat ruimte heeft en daar ook gebruik van maakt. Hubbing zoekt een aanspunt en vindt die Vlak. Een ander punt dat we graag zien mee opkomen. Dat doet hij wel. En nou, de voorzet is niet goed. Het resultaat uiteindelijk wel. Want Emmen mag weer een corner nemen. Nummer 4 als ik goed heb geteld. Ja. En dit keer weer vanaf de rechterkant. En Hubbing neemt er even alle tijd voor. Ja, het is zijn eerste wedstrijd volledig. En loopt veel. Moet even op adem komen. En ik vind het een moment, René. Ja, vind ik ook. Ik zou zeggen, uitdraaiende bal, kom maar binnen. Half uur gespeeld. Ja. En daar is de afdraaiende bal van Hubbing. En daar is Vlak niet aan de bal. Schampie Vlak. En dan kan Hardenveld die bal misschien opbrengen. Slim. Maar ja, houdt balbezit voor hem. Maar goed gedaan. Is dit geen overtreding? Nee, geen voordeel. Kief, ja, nee, maar in de strafschopgebied is het penalty. Nee, was er buiten. Oh, ik dacht dat hij... Nee, was er eigenlijk viel er binnen. Oh, oké. Wat doet Burnett nou? Ja, die ziet Hardenveld vrij staan. Maar die staat 10 kilometer buiten. Logisch dat hij vrij staat. Ja, 10 kilometer buiten spel. En dan denkt hij, ja, laat me lekker lopen. Inworp voor... Aan de ene kant kan je zeggen, je neemt geen risico. Maar gewoon, nou, gewoon in het centrum. Ja, lijkt mij ook. En dan laat daar een duel uitgevochten worden. Ja. Nu schiet hij hem over de zijlijn. Mag de verdediger aan de rechterkant die captain Fortes ingooien.
En is de bal bij Mahi, die de rust bewaart. Naar Buutner zoekt en ook vindt. En dan zou de bal over de hele kunnen worden gespeeld voor Tess. Als Benet ertussen zit, dan is er iets mogelijk. En er zit hij tussen. Alleen nu moet hij sprinten om die bal binnen te houden. En dat lukt niet. De Graafschap mag gooien. Terug van de eigen 16. Nou, het zal iets verder richting het midden gaan. Want er is alle ruimte om in te gooien. Want Emmen heeft aan de rechterkant toch minder, zeg maar, de druk naar voren. Aan de linkerzijde van de Graafschap. Dan op rechts, waar gewoon El Mesoudi veel meer aan de buitenkant staat. En dus kan de opbouw plaats gaan vinden bij de Graafschap. Wordt weer de linkerkant gezocht en gevonden. Kijk, ja. En daar moet je dus proberen druk te zetten, door te dekken. En dat is nog moeilijk. En misschien dat je dat heel af en toe kunt doen. Maar tot nu toe is het druk zetten, wat ook wel kracht kost, René. Want dit is met twee mannen je opofferen en dan levert je niks op. Nee. Tenzij ze een keer over de bal maaien. Ja, of een mispier doen. Of op een foutje. Vooralsnog zit dat er niet in. Nee. En dus de Graafschap weer vanaf de linkerkant. Het is op zich een open wedstrijd. Niels, het golft lekker op en neer. Zeker. Balbezit ook nagenoeg gelijk. Ja. Nu kunnen we hem weer onderscheppen met Benet. Die kapt. Is dat verstandig? Nou, vooralsnog wel. Want het is daarna Ter Wierik die kan opruimen. Patisek die de bal verlengt. Maar dat is een kansloos natuurlijk. Omdat El Mazou die de snelheid niet heeft. Om op die bal te gaan. Ja, wie wel? Hebben we al vaker gezegd. Ja, we hebben nog geen Mendes. Nee. En dan de lange bal. Is het een duwtje in de rug van Hardeveld. Maar die weer de bal toch nog te koppen. Bal blijft binnen aan de rechterkant van het veld. Is het Mahi die aangespeeld wordt. Mahi probeert de actie te maken. Vlak tegenover hem. Die blijft goed naar de bal kijken. Blijft rustig en zit er goed tussen. Prima gedaan. En dan is het El Mazoudi. Die kan overnemen. Naar wie? Naar Pasicek. Die kan verlengen richting Ubbing. Ubbing. Ah. Nee, ik kon niet. Nee, ja. Ik vind het wel slim. Want ja, als jij zegt El Mazoudi heeft die diepte niet. Nee. Er ging iemand diep, zag ik. Maar dat was inderdaad de langzaamste. Moet je niet doen. Prima gedaan van Ubbing. Balbezit voor hem. Nu aan de linkerkant. Het is opbouwen met Kieftenbelt. Kieftenbelt die beter in de wedstrijd zit dan vorige week. Tikt de bal even terug op Dirksen. Dirksen door naar Hoekstra. Beide ploegen dus één hele grote kans gehad. Hè. Zo moeten we wel stellen. Want ook die van Mahi was echt een grote kans. Openen van Hoekstra richting de rechterkant. Bunet die ruimte heeft om op te komen. Met zijn linkerbeen. Dan weer terug moet kappen. Inspeelt richting Vlak. Combinatie zoekend. Samen met Bunet die weer terug gaat richting doelman Hoekstra. Ik heb er geen moeite mee in deze fase van de wedstrijd. Minuut 34 is bijna ten einde. Sterker nog, die is ten einde. We zitten in minuut 35. En spelen op balbezit en de Graafschap laten lopen is helemaal geen probleem. Natuurlijk hebben we liever een kans en goal. Maar ik snap wel dat ze dit nu even doen. Hoekstra nu dan maar wel met de lange bal. Omdat de druk wordt gezet door de Graafschap. Patisek probeert wel zich sterk te maken. Dat doet hij ook af en toe met succes hoor. Hij kan niet doorkoppen. Maar de bal komt wel moeilijk aan bij die doelman. Mees Bakker. Die wat paniekerig de bal naar voren moet schieten. En dan moet je eigenlijk de tweede bal winnen. En dat lukt dan jammer genoeg voor SCM net niet. En de Graafschap speelt er eigenlijk zelfs heel prima onderuit. Ja, prima. Dit is Colijn. Die legt hem op Buutner. En Buutner ja, met een heerlijke opening naar de rechterkant. Daar staat Mahi. Heeft hem goed liggen voor zijn rechterbeen. Goeie voorzet. Nee. Want hij schiet aan tegen Hardeveld. En Hardeveld kijkt een beetje vertwijfeld om zich heen. Waarom hebben die lui zoveel ruimte aan de flanken? Ja. Ja, dat ligt ook deels aan jezelf. Ja, want die moet jij ook deels afdekken. Ja. Nou ja, wat rest is de inworp voor de Graafschap. Medertje of wat zal het zijn? Nou, 15 vanaf de achterlijn. De rechterkant van het veld is het Fortes. Die mag gaan gooien. Maar voor ons nog geen aanspeelpunt ziet. Ja, dan is het Mahi die zich aanbiedt. Ook de bal krijgt weer terug naar Fortes. Die kan hem in één keer geven. Kan zelf nog de bal even stoppen. Maar dan is het Kieftenbelt die het gaatje dichtloopt. Eigenlijk brengen ze elkaar in het probleem. Het komt ja, wel goed. Maar Mahi komt er langs. Geeft dan een steekballetje in het centrum. En dan kan die worden gegeven. En die gaat Te hard voor Colijn. Zo'n ingooi, man. En dus een inworp. Niks aan de hand. Geen paniek. Geen paniek. Ik zeg geen paniek, Niels. Bal over de zijlijn. Inworp voor, ik denk, Burnett inderdaad. Die loopt rustig naar die kant toe. Ik zit naar een leuke wedstrijd te kijken, Niels. Nou, het is levendig. Het is niet dat het allemaal een succes is en allemaal heel goed gaat. Nee, maar het gaat lekker op en neer. Maar er gebeurt wel iets. Ploegen die willen aanvallen. Ja. Ik vermaak me wel. Ja. Schalke 04, Holstein Kiel, René. Oh, 0-2. Jij doet alles, hè? Nee, dan zeg ik het ook. Maar had je het verwacht, Holstein Kiel voor zou staan bij Schalke? Ja, want dat is een hele goede ploeg, heb ik begrepen. Oké, dan Schalke ook al rood. Lastig avondje voor de ploeg uit Gelsenkirchen, René. Ja, Niels, van de Graafschap komt er weer. Even opletten. Ja, nu, er is niks aan de hand, hoor. Steekballetje, maar geen probleem. Want Hoekstra, ja... Hoeft niks te doen. Hoeft alleen maar die bal te vangen. Bij Emmen lopen wel vier spelers gevaren. Maar ik weet niet of dat te maken heeft met een mogelijke ingreep... of dat het puur te maken heeft met ritme. Wat denk jij? Het zijn vleugelspelers, als ik het zo zie. Ik zie Brouwer, ik zie Younan, ik zie Huizen. En wie is die laatste gast? Is dat Vos? Ja,
Ja, hè? Ja, maar ik denk toch wel ritme is dit. Ik denk het als wel. Ja. Ze gaan ook naar binnen toe. Het is over... Nou, ze gaan hier naar binnen. Ze gaan, ze zitten... Oh ja, de bank zit natuurlijk achter. Het is Engels hier. Ja. Goeie acties dit. Tewierik, hoor. Knap gedaan. Hij geeft de bal mee aan El Mesoudi. El Mesoudi ziet Hardeveld meekomen. Zal ter hoogte van de 16. Nu nog goede voorzet. Hardeveld. Maar Hardeveld die verwijt het veld niet. Maar dat was hartstikke egaal. Het is gewoon een waardeloze voorzet van Hardeveld. Of was het een polletje? Ja, ik wil wel best wel hem een polletje gunnen. Maar ik zie geen polletje. Hey. Het is gewoon een waardeloze voorzet. Die achtergaat, het is een achterzet. Het is sfeervol ook, René. In minuut 38 zeg ik dat. 0-0 de stand tussen twee ploegen die dit seizoen nog niet verloren hebben. De Graafschap 4 punten, zei ik al eerder. En Emmen heeft er twee keer gelijk gespeeld. En op dit moment staat het dus ook nog altijd gelijk. Twee grote kansen gezien. 1 voor Emmen met Ubbink. 1 voor Mahi, voor de Graafschap. De Graafschap iets meer mogelijkheden. Alhoewel, ik denk dat dat ook nog wel weer meevalt. Als je puur kijkt naar de schoten op de goal. Die dan officieel geregistreerd worden. Terwijl Rode JC tegen Top Os op voorsprong dreigt te komen, René. En dat zou betekenen, als het ook nog eens een overwinning wordt voor Rode JC. Dat ze er al 3 op rij hebben. Dan heb je gewoon 9 punten, hè. Ik vind het ontzettend knap. Ze komen inderdaad op 1-0 voor Rode JC. De ploeg van de trainer Bas Sibum. Op 5 minuten voor de rust. Ik vind het echt knap. Ja, hij doet het uitstekend. En schoot op doel inderdaad. Of doelpogingen is 3-3 hier. Ja. Dus dat is dat toch een gevoelsmatige overwicht voor de Graafschap die niet klopt. Ja. Buettner opent naar de linkerkant. De Graafschap probeert nu weer over die zijde aanvallend gevaarlijk te worden. Moet Benet naar binnen te komen, doet hij prima. Zit ook Kieftenbel tussen en dan kan Ubbing het afmaken. Maar die gaat te lichtzinnig daar. Die leeft de bal eigenlijk veel te lichtzinnig in inderdaad. En dan kan de Graafschap weer overnemen naar de rechterkant van het veld. Via Fortes, Fortes kiest uiteindelijk toch voor de rechterkant. Dan staat Mahi aan het lijntje. Dan moet Hardeveld in de achteruit. Mahi gaat naar binnen toe. Let op Hardeveld, dat doet hij prima. Op de sliding op de bal. Goed onderschep. Partycheck die onderuit gaat. Maar... Ja, krijgt overtreding. Ja. Vond ik redelijk makkelijk dat hij ging. Maar Schenk is het er ook niet mee eens. Maar ja, Roosendaal is onverbiddelijk. En zegt, nee, hij werd aangetikt. En dus een overtreding in het voordeel van Emmen. Ik krijg nu al klachten van St. Pauli fans. Die vinden dat je eigenlijk ook hun stand moet vermelden. En dat dat toch echt de beste ploeg in de Tweede Bundesliga is. Ja, nou, vertel het maar. Ja, nou ja, ik geef het even door. Dat... en ik krijg nu door dat je daarna geen dropjes meer mag hebben als je daar bij blijft. Nou, hoezo? St. Pauli hoeft helemaal niet. Oh, die hoeft helemaal niet. Oh, dan kunnen we de uitslag voor tussenstand ook niet zeggen. Nou ja. Dus ik weet niet waar hij het over heeft. Ik wil wel vertellen dat Paderborn achter staat tegen Kaiserslautern. Oké. Okay. Dat had ik nog wel kunnen vertellen. Osnabrück, komt hier nog in actie? Nee, in ieder geval niet vanavond. Oké. Okay. De Graafschap heeft de bal weer. Het is Buettner die de bal nonchalant even terugtikt. Maar dat loopt allemaal goed af. En dan moet dit de bal zijn voor Tewierik die in de rug wordt gelopen. Maar Dirksen kan de bal daarna onderscheppen. En die vindt Benet. Benet in één keer door. Richting Ubbing, maar die bal is te kort. Maar via Kieftenbelt blijft hem in de bal zitten. Dan is het Benet nu met wat meer rust. En vindt hij Tewierik, die achter hem stond, Tewierik breed op Dirksen. Dirksen kan naar de buitenkant richting Hardeveld. Maar kiest weer voor de man in het centrum zijn... goeie bal van Tewierik. Ja, Tewierik is een centrumgenoot, om het zo maar te zeggen. Is het Ubbing die de bal verlengt met een wippetje richting Partycheck, komt niet aan. En... Nee, het is wel een frivole speler. Nee. Ja, hij doet intuïtieve dingen, ja. Ubbing. Dat maakt het leuk. Alleen, het zou fijn zijn als het vervolg goed is. Hè? Ja, en soms hoeft echt niet elke keer, hoor, maar af en toe. En soms gaat het mis en dat moet je dan ook accepteren. Ja, zeker. Maar de creativiteit zit zeker bij hem. Ja, absoluut. Nu die moet je gewoon slim zijn. Overtreding, even vasthouden. Tewierik tot nu toe prima, hè? Ja, Tewierik voetbalt uitstekend. Geconcentreerd, en dat kan je van Dirks ook wel zeggen. Ja, die twee, dat kan wel eens het nieuwe centrum van Emmen worden, Niels. Jawel, maar af en toe moeten ze ook de communicatie verzorgen dat de flanken niet zoveel ruimte weg hoeven te geven aan hun directe tegenstander. Dus kennelijk loopt die communicatie nog niet geweldig. Nee, nou, eigenlijk zagen we dat vorige week natuurlijk wel, toen er ook geen rugdekking werd. Zoiets, inderdaad. Ja. Of dat je door kunt stappen. En snap dat je dan de binnenkant in eerste instantie gewoon dicht wil houden. Ja, dan ontstaat er wel meer ruimte aan de zijkant. Maar dat zou toch wat strakker kunnen, denk ik. Maar goed, we zitten nog vroeg in het seizoen. En ik vind het al beter worden dan vorige week, als ik eerlijk ben. Ja, klopt. Maar de Graafschap is ook misschien wel minder goed dan VVV. VVV had een fase, vond ik goed spelen en rustig aan de bal. En de Graafschap is toch wel een beetje... Ja, Niels, als je door het midden uitverdedigt... Nee joh, Emma gaf de goal weg. Beide eigenlijk. Ja. Hoekstra aan de bal voor hem. En dat is de doelman. En dus moet er nog 90 meter de andere kant op, om het zo maar te zeggen.
Via Dirksen wordt er 60 meter overbrugd. Via een lange bal op Patisek. Maar die kan niet koppen. Moet vlak het duel winnen. Doet hij prima. Goed gedaan. Oh, vlak. Ja, had eraf moeten blijven. Ja, maar dat wist hij niet. Nee. En via dan moet je wat zeggen, hè, eigenlijk. Kieferbelt in dit geval. Maar Harreveld let uitstekend op. En Emmen weer een bal bezit. Bal even terug op Hoekstra. Ja, dit lost de ploeg tot nu toe uitstekend op. Hoekstra met de diepe bal. Ja. Maar die wordt ingeleverd. Want daar staat helemaal niemand. Patisek stoort nog wel. Komt niet aan de bal. En via Schenk gaat de bal helemaal terug naar de keeper. En die heet... Je hebt nog altijd Bakker. Bakker. 42 minuten gespeeld hier op de Vijverberg. Nog geen goals gezien. Stand dus 0-0. De logische stand. René, trouwens, Emma had een trainer. Die zit nu in Kerkrade. Ja. 9 punten, hè? Ja. Als hij wint vandaag. Oh, even opletten. Ja, opletten. Want daar is Colijn. Neemt de bal niet lekker aan. Maar houdt wel balbezit. Is aan de buitenkant van de 16. Legt hem terug. Nu op... Ik denk dit. Wie is dit? Maakt ook niet uit. Hij heeft een hele slechte voorzet namelijk. Alhoewel, blijft wel binnen. Ik weet niet wie die voorzet gaf. Was het Buutner gewoon? Nou ja, maakt ook niet uit. Nee, dit is Buutner. Dus die heeft de bal nu aan de linkerkant van het veld. Ik denk die nummer 23 dat het was. Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Dat Brittijn een voorzet gaf. Dit was slecht. Maar de Gaas houdt wel de bal in bezit. En heeft het nu weer aan de rechterkant. Bij Fortes, alhoewel die is iets naar binnen gekomen. Geeft het nu richting het centrum van het middenveld. Richting Warmerdam. Hij richting Buutner. Buutner daar is hem vrij. Wel weer terug. De Graafschap kijkt naar het momentje. Loert op dat momentje. Maar de paas is dan in de diepte heel slecht. Emmen neemt over. Zit er iets in van een omschakeling? Nee, want Benet kiest voor de weg terug. En dan is het Hoekstra die hem wel lang speelt. Maar dan moet Patisek, zoals eigenlijk iets te veel vind ik. Een soort kop die wel aangaan. Waar je eigenlijk niks mee kan. Emmen is in fase. In fases. Voetballen niet goed genoeg, René, om weer echt tot een aanval te komen. Ja, ja. Want na die kans en die megakans, want dat was het gewoon, hebben we eigenlijk te weinig gezien voetballend van SCM. Ik vind wel dat ze verdedigend scherp zijn. Dat ze goed druk zetten ook af en toe. Dat Kieftenbelt geconcentreerd is, dat Tewierig geconcentreerd is. Dat vind ik allemaal prima. Maar je mist toch te weinig voetballende acties om tot de goal te komen, René. Dat valt mij een beetje tegen. Ja. Maar nu wel een vrije bal na een overtreding. Die werd gemaakt op Kieftenbelt. En dan zegt Urbink, dat is een mooi balletje van mij. Want dan ga ik gewoon oversteken van rechts naar links. Bal ligt halverwege de helft van de Graafschap. En er is een fijne bal om eens even in die 16 meter te krullen in minuut 44. Ja, mooiere moment om te scoren bestaat niet. Dus zou ik zeggen, doe het maar. Even wachten. 66 de Roosendaal. Nu zegt hij, neem hem maar. Urbink heeft hem goed liggen. Kijkt. Waar is de beweging? Nu komt daar beweging. Geen buitenspel. Is hij lekker? Is hij goed? Ja, het is wel een lastige bal voor doelman Bakker. Maar die komt eruit. En er zit zelfs nog een countermogelijkheid in. Voor de Graafschap. Maar dan moet de bal diep. Maar dat gebeurt niet. Gaat over de grond. En dan zit Emmen ertussen. Via Bunet. En is er misschien zelfs wel iets mogelijk. Maar dan moet de bal wel zuiver zijn. Bunet. En dat is niet het geval. Dat is jammer. Heel jammer. Want toch veel mensen voor de bal. En dan kun je er niet van profiteren. Dat is jammer. En dus kan de Graafschap weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Zo vlak voor rust nog, wat zal het zijn, een seconde of 30. Ja, we krijgen zometeen de vierde official. En dan is er überhaupt onder... Nee. Nee, ook geen foutmoment. Dus, nee, ik dacht het niet. Dus ik denk misschien helemaal niks dat we na 45 minuten gaan stoppen. Ik denk een minuutje. Eerste helft. Nou, soms als er niks is. Nou ja, we gaan het zo zien. Ik denk niks, want anders heeft dit bordje wel. Ja, niks. Nee. Komt niks bij. Dus dan is het zo gedaan. Ja. Over 10 seconden misschien wel. Ja. En dan zet Patisek nog druk. En moet de Graafschap terug. En Niel, oh nee, gaat niet terug. Gaat de bal. Nou, die levert hem in. Oh. En dat is jammer. Kan niet. Dan kan de Graafschap misschien nog aan één aanval denken. Ja, dat is jammer. Want je staat bijna zelf aan een aanval te denken. Ja. Nu moet je nog oppassen. Colijn er langs. Maar dan wordt het gaatje dichtgelopen. Heel goed. En dan is het nu denk ik zo'n beetje klaar. Ja, is klaar. Ja, inderdaad. Het is rust hier in Doetinchem. Ja, aardig eerste helft. Levert geen treffers op. De Graafschap en Emmen gaan rusten dus met een logische tussenstand van 0 tegen 0. Over een kwartier zijn we weer bij u terug. Graag. Wat gaan wij doen dan? We gaan even een broodje gehaktbal ophalen, toch? Heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Ik ook. Tot zo. Welkom terug op de Vijverberg, waar we op het punt van beginnen staan van de tweede helft. 1 wissel aan de kant van de Graafschap. En we zien dat Mahi het veld heeft moeten verlaten. En voor hem in de ploeg... Vasilje. Ja. Dat is een spits die nieuw is bij de Graafschap. Bij Emmen niet gewisseld, hè? Nee, tenminste niet gezien. Daar hadden we een bordje mogen gaan. Nee, is niet gewisseld. Dus alle 11 de namen, waaronder Helm Mesoudi die de bal al heeft. En speelt naar Benet. Die staan allemaal er nog in. Ja. En ook Ubbing, nu aan de bal, de man van de grootste kans. De mooiste aanval, maar hij miste jammerlijk oog in oog met Doelman Bakker. Ja. Ja, die, maar goed, dat mag Mahi zich ook verwijten. Dus 2 hele grote kansen eigenlijk. Alhoewel Ubbing misschien nog dichterbij het doel stond. Ja, vond ik wel. En de aanval was mooi. Zeker.
Diepe bal richting Al-Mazoudi. Die wordt aan alle kanten vastgehouden. Maar dat levert geen overtreding op. Omdat het aan de achterkant gebeurt. En de scheidsrechter dat niet kan zien. En dus kan de Graafschap overnemen. Malletje over de hele naar de linkerkant. Naar die invaller. Naar die David Flaccus Bosilje. Prachtige naam, hè? Bosilje. Bosilje, ja. Helemaal naar achteren toe. En dan kan Bakker de bal weer in het spel brengen. Dat is de keeper van de Graafschap. En dan gaat de bal naar voren toe. En de bal komt eigenlijk net zo hard weer terug in de voeten van Schenk. De centrale verdediger van de Graafschap. Die kijkt... Op basis van die eerste helft, René, heb je dat gevoel dat je hier moet winnen? Nee, ik vind een gelijkspel wel een terechte afspiegeling van wat we hebben gezien. Ja. Gevoelsmatig zelfs de Graafschap iets dreigender, hè? Want die komen iets meer over de zijkant. Ja. Zit iets meer overtuiging in als het aan de bal is. Op de helft van de tegenstander, vind ik. En we moeten het voornamelijk hebben van omschakelen. Maar die fase waarin hij met drie kansen eigenlijk achter elkaar kreeg, Maar het is wel omschakelen, dat bedoel ik. Je hoopt eigenlijk dat Emmen wat meer combineert en lekker over de zijkanten kan spelen. Lopen de mensen, dat hoop je. Maar het is echt voornamelijk counteren. Ja. Graafschap nog steeds in balbezit. Wel even terug richting de middenlijn. Maar dan kan de bal naar voren worden gespeeld naar Buten. Die heeft wat ruimte. Schiet niet. En geeft een hele slechte bal bij de bal. Is niet te belopen voor Unal. En dus de bal over het achterlijn. Een doeltrap voor FC Emmen. Voor Jan Hoekstra. Hij geeft ze dan wel lekker soepeltjes. Hè? Zo ziet het er dan uit. Maar ja, ze komen niet aan. Ik zit trouwens heel even snel te kijken naar de statistieken bij Rode JC. Toch een interessante koploper, hè? Ja. Die hebben dus twee keer geschoten op doel. Top was 7 keer. Ja, en toch staat Rode JC voor. Dat is misschien op dit moment een beetje het geluk van de koploper. Zo zou je het kunnen zeggen, hè? Maar goed, het is wel knap hoe Sibum het daar doet bij Rode JC. Door zeker. En een oud-speler van Volendam gescoord, trouwens. Uchik, die hem maakte voor Rode JC. Emmen is de bal te snel weer kwijt uit de diepe bal van Hoekstra. En met wat geluk komt hij wel weer uit bij een speler van de Graafschap. Als die ploeg hem verovert. Het is Eunal die hem naar de rechterkant brengt. En dan komt de voorzet van Fortes. Die wordt gesmoord. Fortes haalt hem eruit. Kan hem dan weer terugspelen richting Schenk. Schenk draait zich om. En heeft heel veel ruimte om de bal gewoon mee te geven aan zijn compaan centraal achterin. En die gaan hem heel mooi meegeven richting de man met nummer 25. Schoppen maar. En die raakt de bal helemaal verkeerd. Ja, hij over de achterlijn. Rechterbeen aan. En, zien we af en toe wel eens. Hè? Ja. Ik zag volgens mij deze week dat Noah Lang ook doet. Ja, inderdaad. Die bal schiet met links. Tikt hem met zijn rechterbeen dan net aan. Ja, dan ziet het er heel knullig uit. Nu ook. En dus gaat de bal over de achterlijn. Dus Hoekstra aan de bal. Heeft hij een korte combinatie in huis met Dirksen. Krijgt hij hem terug. Schiet hij maar diep. En dan is de bal weer redelijk snel terug. En is Dirksen de man die hapt. Maar die heeft geluk dat de man die in balbezit komt, Colijn, dat hij in buitenspelpositie staat, René. Maar dat was niet echt supersterk van Dirksen. Nee. Want een beetje wilde aanvliegen. Ja, en als je de wilde aan komt vliegen, dan moet je hem ook met overtuiging koppen. Vind je niet? Ja, hij kreeg een heel klein setje waardoor hij uit balans raakte en er niet bij kwam. Maar gelukkig hebben we Kevin Bodden aan de overkant. Die vlag er voor buitenspel. Die vlag er voor buitenspel. Ja. Dus niks aan de hand. Nee. Te Wierik aan de bal. Nog wel op eigen helft. Over de hele probeert hij laag de bal. Hij probeerde vlak in te spelen. Ja, maar ja. Die ging door het midden namelijk lopen. Dat denk ik dan moet je die bal hoog geven, niet laag. Dirksen met een voetje ertussen. Weliswaar ten koste van een inworp. Zo'n beetje naast de cornervlag. Metertje 5 er vandaan. Bal snel gegooid, maar heel slecht verwerkt. Ja, matig. En dus dreigde er al gevaar. Dan was die geweken. Overigens is dat ook prima voor alle tussenkomers. Want lang niet iedereen zit alweer op zijn plek. Dus misschien wacht men daar bij de Graafschap wel expres op. Want iedereen moet toch wel een treffer mee mogen maken. Nou, die Bunnings zei, die zitten er wel, hoor. Ja, die zitten. Dan heb je een punt. En die van Emmen zitten er ook keurig netjes. En zien dat Emmen in aanval gaat. Via vlak met een diepe bal richting Bunnet. Ja, maar die moet dus terug. Ja. Want hij moet van zijn linker. Ja, Bunnet draait naar zijn linker en vindt dat Kieftenbelt. Kieftenbelt kijkt waar naartoe. Bunnet gaat weer diep. Of gaat diep. Zo vaak is hij nog niet diep geweest. Maar wordt overgeslagen via Hubbing. En Kieftenbelt en dan uiteindelijk Te Wierik de bal in de voeten van Hoekstra. De doelman van Emmen. Met weer een diepe bal richting El Mesoudi. Kan hij de bal aannemen? Nee, het is Schenk die heel makkelijk dat duel weet te winnen. En via Fortes blijft de Graafschap in balbezit. Draait om Saas en de bal dan even naar het midden toe. En dan kan de thuisploeg weer denken aan een aanval. Is het uiteindelijk de combinatie via... Nee, dat gaat niet goed. Want het was weer die invaller David Fiacus Bosilje. Die de bal eigenlijk zomaar over de zijlijn speelt. Yes. En dan is het Benet die de bal ook niet onder controle krijgt. En dus mag de Graafschap gaan ingooien. Slot op begin van de tweede helft, Niels. Ja.
Klopt. Maar ik vind Emmen sowieso wel redelijk slordig, hoor. Ik heb twee hele mooie aanvallen gezien. En eigenlijk daarna niet veel meer. Nee. Dus dat vind ik te weinig. Voor SM en voor ook de spelers gewoon hier in hetzelfde. Nee, dat zijn gewoon spelers die goed kunnen voetballen, hè. Ik bedoel, er zijn met Vlak, Burnett, Tewierik, Kieftenbelt. Alhoewel dat natuurlijk allemaal nog heel broos is. En hij heeft natuurlijk niet heel veel minuten in de benen. Een paar oefenwedstrijden is toch anders dan competitie. Maar ook met Elmer Soenie, toch iedere divisie ervaring ook, hè. Dus daar mag je best wel iets van verwachten. Goede combinatie? Nee, bal uit geweest. Patsisek probeerde Ubbing te bereiken. Maar die wachtte eigenlijk iets te lang. Had die bal misschien nog niet verwacht. Dat zou kunnen. En dus mag de Graafschap telkens van de middellijn gooien. En dat heeft de ploeg van Jantje Vreeman inmiddels gedaan. En dan kan het achterin weer rondspelen. Heel simpel eigenlijk. Tempo niet al te hoog in de beginfase van de tweede helft. Minuut 52. Stand 0-0. Drukzet is goed van Trieftenbelt. En de overname goed van Ubbing. Nou, is hij los? Ja. Houdt die bal binnen? Ja. Nu nog een goed vervolg? Nee. Want hij probeerde Trieftenbelt te bereiken. Dat ging ook goed. Maar er zat een verdediger tussen van de Graafschap. En dan gaat de bal over de achterlijn. Oh, bloed. Oké, nou, daar moet de verzorging komen. En dat is een beetje ongelukkig. Maar er komt wel een corner voor Emmen. Maar inderdaad, even een blessurebehandeling bij de Graafschap. En volgens mij valt het bloed. Ja, het is inderdaad bloed, ja. Ja, misschien kan je armpjes gezicht. Ik kan wel even kijken wat er gebeurde. Ik ben benieuwd wat daar gebeurde. Jij terug? Nee, ook niet echt gezien, hè? Nee. Ja, duellen en lachen in één keer. Ja, ik zie hem hier liggen. Ja, misschien kan je een arm in zijn gezicht van Ubbing. Dat zou kunnen. Ik zag in één keer bloed op zijn hand. Oké. Neus misschien, hè? Ja. Ik ga nu terugkijken. Hij neemt de bal met, aan. Met de schouder, zegt de vierde man. Als hij goed Nee. Hij botst gewoon tegen zijn eigen speler op. Oh. Die man die hem over de achterlijn tikt, die tikt hem aan. En die heeft zelf ook een beetje pijn. In eerste instantie. En volgens mij was dat... het is Buten dus. En die andere jongen denk ik dat Britijn is. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, lullig. Knallen tegen elkaar aan. Ja, dat ziet er knullig uit. En ook raar, want die Buten die loopt naar achteren. En die wil de bal terugspelen op de keeper. Ja, en die speler die de voortste beweging heeft. En die probeert nogal weg te springen. Dat was trouwens Hillen. Maar die probeert nogal weg te komen. Het is de neus of niet? Dat niet. Ja, neus. Ja, die Hillen die voelde ook wel een beetje pijn. Want het was dan een pittige botsing. Hele grote neus. Ja, en met een hoofd mag je blijven staan. Dus dat betekent dat 11 tegen 11 gewoon zal blijven. Ook bij die corner. Maar het is wel lekker dat je een corner hebt nu. En je kunt even overleggen. Dat zie je bij Emma ook. Buiten de 16 staat een groepje samengeklit. Wat ze ongetwijfeld zullen doen bij deze corner. Nou, ik mag toch hopen dat ze een leuke variant hebben geïnstalleerd, René? Ja. Nou ja, dan gaan we zo meteen zien. Ja, we krijgen sowieso straks blessuretijd. Dat is wel duidelijk, want Buurtner is al een tijdje aan het herstellen. En moet het toch even af, René. Ja. Maar ik dacht dat het bij een hoofd vond dat het niet hoeft. Nou, blijkbaar wel. Oké. Ja, omdat er misschien nog bloed zichtbaar is. En dat kan. Ja. En dan moet hij buiten de lijnen. Even controleren of alles goed schoon is. Ubbing moet die bal leggen met zijn rechterbeen op het hoofd. Nou, doe van Tewierik, want die wil graag scoren, zei hij. Nou, ik zou zeggen, doe het maar. Komt het fluitsignaal van Roosendaal. Komt de corner, die laag is. Wordt verlengd door de Graafschapspeler. Opgevangen bij de tweede bal. En dan is het, ik denk... Scholten. Ja, hè. Die wel durft. Ja, wel in één keer neemt, maar de bal aait in plaats van vol raakt. Nou, hij raakt hem gewoon verkeerd. Ja, en dus gaat die bal naast. Hij vol lef, hè. Dus net de eerste helft schiet hij gewoon, terwijl er iemand anders beter voor staat. En nu ook, niet nadenken, de corner. Dat geeft wel aan dat hij met vertrouwen speelt, hè. Bloeden is nog steeds niet gestopt, Niels. Nee. Het blijft maar doorgaan. Dus speelt het gaat met 10 tegen 11 en is de keeper natuurlijk een beetje aan het tijdrekken. En dat snap ik wel. Ja, logisch. Daar is dan de doeltrap op het hoofd van Tewierik. Vindt net jij die vlak niet, bal wordt onderschept. Tweede bal dus voor de Graafschap. Colijn aan de linkerkant met een versnelling, vlak in achtervolging. Die dan even terug moet. Dus de Colijn moet terug. En via de druk zetten van Ubbing gaat de bal verder naar achteren. En dan wordt in dit geval in het midden Britijn gevonden. Ongelukkig dus met de botsing zojuist. Maar via Vortes blijft de Graafschap gewoon in balbezit. En dan wordt die bal wel ingeleverd omdat Unal geen controle krijgt. Houdt hij even vast. Maar El Mesouri blijft rustig en in balbezit. Dus wordt een voordeel gegeven. Maar die gooit een goed zijn lichaam erin. Ja, hij heeft ook genoeg lichaam om dat te doen, zullen we maar zeggen. Tewierik aan de bal nog wel op eigen helft. Kijkt, waar is de beweging? Nou, aan de buitenkant bij Benet. Die wordt er nog aangespeeld. Maar ja, moet weer naar zijn linkerbeen. Ja. En kap nu naar zijn rechterbeen. Maar ja, moet hem dan met links even verlengen op Ubbing. Dat is prima.
prima. Ubbing met een schijntrap. Kan hij er weer een corner uithalen, want dat lijkt het hoogst haalbare. En dat is het geval. Ja, knap. Wederom een corner. Ja, dat doet hij goed. Want het is al niet de eerste of de tweede, maar ik denk al de derde of vierde keer. Dat hij daar de corner weet te versieren. Ja, cornerverhouding is 5-4 voor Emmen. Nou ja, dan moet er ook een keertje uit gescoord worden, vind ik. Ja, 5 keer is wel tijd, hè? Ja. Nou, daar is Ubbing. Handje in de lucht. Daar komt de afdraaiende bal. Kan vlak niet verlengen. Blijft hij een beetje hangen. Scholten legt de bal breed op, ik denk dat de Kieftenbel was, wordt de combinatie gezocht. Kan nog steeds bal naar de buitenkant toe naar Ubbing. Ubbing kan die hem indraaien, dat kan die. Nou, of is het een schot, hoe dan ook. Nee, makkelijke prooi voor doelman Bakker. Dat was een voorzet die natuurlijk niet goed is. Nee, die makkelijk die bal kan onderscheppen. En ja, dreigt er even gevaar. Levert het helaas voor hem weer geen kans op. Dit lijkt mij een overtreding. Ja, Buurtner denkt, weet je wat, ik knal Kieftenbel even neer. En dan is Kieftenbel boos, want die zegt, hoezo komt hij ineens binnen de lijnen? Ja, dat mag natuurlijk. Ze kunnen het binnen lijn doen. Maar daardoor is er ineens wel heel veel ruimte voor die buurt. Ik vind het ook aan gekozen moment voor Roosendaal. Ja. Want die zegt, ja hallo, daardoor is ineens iemand helemaal vrij. En daar heeft natuurlijk wel een punt, hè. Maar wat gaat Roosendaal doen? Die gaat geel geven aan Grim. Want Grim natuurlijk daarover commentaar heeft geleverd. Nou zegt Grim, kom eens dan, kom even. Nee, zegt hij. Nee, ga je doen. Grim wil het even uitleggen. Maar Grim heeft echt wel gelijk, hoor. Ja. Want het moment van kiezen om zo'n speler het veld in te laten komen is uiterst merkwaardig. Want daarmee heb je direct een counter in gelast. En dat zegt Kieftenbel nu ook nog even tegen Roosendaal. Nou ja, de gele kaart van Grim is... Eigenlijk moet je jezelf dan ook een gele kaart geven, vind ik. Ja, hij vindt dat hij gelijk heeft. Maar ja, goed. Ik weet het eerlijk gezegd. Nee, misschien zegt u wel fout, maar je mag geen commentaar hebben. Ja, dat is het. Ja. Bal is bij Emmen in de verdediging. Bij Hoekstra, die met zijn rechterbeen transporteert richting Burnett. Maar Burnett doet die wat te lichtzinnig. Herstelt het wel. En dan is de aanname van Ubbing goed. Krijgt hij een schop. En dat mag best wel geel zijn, vond ik. Maar goed, vrijbal is ook prima. En Tewierik wil die bal snel nemen. Dan is het Buurtner die even vervelend in de weg loopt. Ja, dat is ook zo'n straafvechter, René, hè? Ja. Buurtner. Een beetje hinderlijk in de weg lopen. Maar dan kan uiteindelijk toch die vrije bal genomen worden. En is de bal in het centrum bij Kieftenbelt. Die natuurlijk, denk ik, opendraait naar links. Gewoon een oudspeler, die Buurtner van Manchester United, hè? Ja. Je verzint het niet. Goede actie. Een aardige aanval. Harderveld met de voorzet. Kijken. Scherp. Hij kijkt niet. Scherp. Hij kijkt niet. Nee. Blind voorzet. Ja, en als hij kijkt, had hij wel kunnen zien dat Scholten helemaal vrij stond. Maar ja, die bal is veel te scherp. Kan de aanvallende middenvelder van Emmen helemaal niks mee. En dus blijft het hier nog steeds 0-0. Als wij inmiddels al bijna 58 minuten hebben gespeeld. Goeie sliding van Dirkzit. Die goed doorstapt, uitstapt uit zijn verdediging. Maar vindt geen medespeler. En dus kan de Graafschap weer eens gaan denken aan een nieuwe aanval. En dat gaat dan via Hillen. De bal gaat nu naar de buitenkant toe. Dat is een aardige aanval. En dit keer raakt hij de bal wel prima. Moet Harderveld die bal verlengen. Ja, je hebt geen keus daar. Nee, dit is prima wat hij doet. Geen risico nemen. Weet niet wat er in zijn rug gebeurt. En dus corner voor de Graafschap. De voorzet was van Levi Schoppema. Dat deed hij beter dan een paar minuten geleden. Ja. Toen hij de bal met zijn rechterbeen raakte. En toen met links de bal in de tribune schoot. Nu levert de corner op. En dan weet je wel nieuws. Buter gaat die bal weer nemen. Vanaf de linkerkant met een linkerbeen. Rechterkant moet ik zeggen. En dus een indraaiende bal. De balletje ligt goed. Geen hand in de lucht. Daar is die indraaiende bal. Moet Hoekstra komen. Bokst de bal de 16 uit. Blijft hij daar wel liggen voor een speler van de Graafschap. Kan hij opnieuw de 16 worden ingeslingerd. Wordt vlak even vastgehouden. Wordt niet gezien. Niet voor gefloten. Afstandsschot van Uner. Die Unal moet ik zeggen wordt geblokt. Dat is waar de kosten van een waarop en het publiek hier op de Vijverberg gaat er maar eens een keertje weer achter staan. Ja, maar doen ze aan de hele tijd ermee. Ja, maar nu even massaal met z'n allen. Dat zingen, dat doen ze aan de hele wedstrijd wel. En dat is ook echt wat wij ook wel verwacht hadden. Ja. Grim vindt dat heerlijk, zei hij ook. Dat is toch genieten. Ja, dat is ook een lekker zweetje toch. En zo is het ook. En er gebeurt ook wel wat. Het is allemaal niet echt hoogvliegend en hoogstaand. Het is best druk. Het is best af en toe heel slordig. Alleen zouden wij vanuit Drents perspectief toch net wat meer willen zien van SC Emmen qua voetbal. Want daar is Emmen toch het beste in. En denk ik beter in dan de Graafschap dat graag het gevecht wil aangaan. Maar voorlopig komt Emmen nog niet echt lekker toe aan voetballen. Maar misschien komt er echt nog een keer een momentje, René, dat Emmen in de omschakeling weer gevaarlijk kan worden. En dat mag ook vies, hè? 3 punten pakken. Ja hoor, geen enkel probleem. Luizig, zeggen ze dan, hè? Nou, vies vind ik ook prima. Ja.
Vlak, die beter speelt dan de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Zit er goed tussen, weliswaar ten koste van een inworp. En dan mag Schoppema weer gaan gooien. En wacht op beweging voorin. Die is niet gevonden, maar hem kan die bal overnemen. En dan is het uiteindelijk... Pats is zeker niet bereikt geworden, hè? Ja, Ubbing die de bal ook blind naar voren speelt. Als het tenminste zijn bedoeling was, is zo van ik speel hem gewoon diep. Ja, maar dat dan is dat wel iemand. Nee, dan is het inleveren. Ja, het is inleveren, want je hebt natuurlijk gisteren dan uit voorin. Ja, maar de Graafschap schiet hem ook over de zijlijn, hè? Dat is de Graafschap lopen zich vier mensen warm aan de kant van Emmen ook. Dus wellicht dat we zometeen wat wissels gaan krijgen. Nee, want het was net ook alweer dat er vier spelers aan warm hadden gelopen. Ja. En weer gingen zitten. Goede overstap is dit van Kieftenbelt. Dus heeft Burnett ineens ruimte. Komt nu de middenlijn over en je merkt alweer, ja, ik moet kappen. Dus gaat hij weer naar zijn linkerbeen. Krijgt hij hem terug van Kieftenbelt. Nu kan hij wel lopen. Nou, Burnett, doe eens gek met je linkerbeen. Kan je ook wel iets leuks doen? Nee, weer kappen. Naar binnen toe. Dan staat Vlak. Vlak kijkt. Wie wil de bal hebben? Nou, tussendoor kan het. Maar het is buitenspel. En dan is het allemaal over en uit. En dan zegt Patsisek, klopt niet. Maar ja, daar heb je niks aan. Nee, gevlacht en gefloten. Het is klaar. Geen dan is het alweer voorbij, deze aanval. Dit zag er wel goed uit. Prima aan de bal. Alleen, ja, je merkt dan wel dat Burnett de bal heeft. En met zijn linkerbeen, het blijft me helpen. Ja. Cambuur 4-2. 4-2. 4-2. Cambuur 4-2. Cambuur vindt niet de Graafschap, hè? Nee. De overtreding op Kieftenbelt. Het is weer Buetner die veel overtredingen maakt. En dan zegt Roosendaal rustig aan, rustig aan. Ja, je kan ook gewoon zeggen 26 keer overtreding, een keer geel. Hè? Ja. Kan best. Want daar is je misschien wel een keer aan toe. Bal terug, hè? Hoekstra. Krijgt hem van Te Wierik. Hoekstra recht hem, legt hem door naar de linkerkant. Daar staat Hardenveld. Heeft tijd om hem door te tikken. Richting El Messaoudi. Ja, een beetje lastige situatie. En leidt dan ook balverlies. Maar ja, de Graafschap tikt hem ook wel zomaar weer over de zijlijn. Het zat er allemaal niet beter op, René. Ook de Graafschap gesiert nu af en toe in onnodige balverlies. En ik heb het idee dat we een debutant gaan zien. Een speler die hier heeft gespeeld. Een speler die net is gekomen bij Emmen. Terwijl dit een hele mooie opening is. Richting Burnett. Van Patsicek, die het blind deed in één keer vanuit de ingooi. Burnett moet weer kappen naar zijn linkerbeen. Dan met links goed voorgeven. Maar de keeper komt en de keeper heeft. Goed gedaan, hoor. Ja, prima gepakt. Van die Mees Bakker die heel ver zijn goal uitkomt. En de bal plukt uit de lucht. En meegeeft aan een van de centrale verdedigers. We gaan denk ik een dubbele wisselen zien, René. Want ik zie dat Bernadou komt. Dus dat denk ik dat Bernadou is of niet? Ik denk het wel een Konings in ieder geval. Nee, Bernadou niet. Konings en Brouwer. Oh, Brouwer is het. Ja. Dus Konings gaat zijn rentree maken hier op de Vijverberg. En zijn debuut maken in het shirt van Emmen. Die zal met een staande ovatie worden ontvangen. En Brouwer, de maker van de goal vorige week. De 1-0 tegen VVV. Hij gaat zometeen ook invallen. En dan moeten we altijd gokken wie eruit gaat. Nee, ik denk Ubbing. Ubbing denk ik ook. Of El Messaoudi. Of El Messaoudi. Nou, misschien alle twee wel. Ik denk het ook, eerlijk gezegd. Ja, denk ik ook. Nieuwe vleugels. Ja. El Messaoudi, misschien met een van zijn laatste acties. Ga naar de grond, krijgt de vrije trap mee. En dan gaan we nu denk ik zien. Ik weet het niet of ze het gaan doen. Ja, ze gaan het Ja, doe doen. Maar zeg Grim. Of niet? Dus geeft Van der Linden het door. Dubbele wissel dus aan de kant. En ik ben benieuwd of wij gelijk hebben, maar het idee heb ik wel. Eerste nummer dat er mogen hebben is nummer 21. En dat is, even kijken, natuurlijk... Dat is de wissel die erin komt. Hij laat eerst zien wie erin kwam. En El Messaoudi gaat eruit. Ja. Dat betekent dat hij eerst doet wie er... Hij heeft net andersom gedaan. Ja. Maar ja, maakt niet maar uit. Het was in het rood. Hij had het met de groen moeten doen. Ja, hij heeft net andersom gedaan. En nu nummer 10. Ja, dat wij zeiden. En dat is inderdaad degene die we dachten die eruit gaat. Gaat er ook uit. De logische wissels. Misschien wel. Zullen we er daar verstand van krijgen, Niels? Ja, maar daar heb ik er nooit aan getwijfeld, hoor. Nee, zeker niet. Dirksen heeft de bal klaar liggen, want er werd een overtreding gemaakt. Dus op El Messaoudi, die inmiddels richting de douche aan het lopen is. Was inderdaad fluitsignaal, hè? Ja, kleintje. Oh ja, nou. Nu op de naam. Ja. Bal diep. Wie moet daar winnen? Is het gelijk Konings? Nee, Patrick was het. Oké. Nou, die komt er niet aan. Wel is het Kieftenbelt die weer inbrengt. Dan komt hij wel gewonnen, want dat lukt zo aan. Dan is het doorkoppen van Scholten. En krijgt Patrick de ruimte? Nee. Net niet. Bal weggepierd. Heel hoog. En niet eens nauwelijks buiten de 16. En uiteindelijk denk ik dat Brouwer daar een overtreding maakt. En dan is de aanval weg. De kans weg. En dus een vrije bal. In minuut 65. Stand nog altijd 0-0 hier op de Vijverberg. Krijgen we het derde gelijkspel op rij? Ja, ik moet zeggen, gaan we nog treffen zien, Niels, vanavond hier? Dat is wel even de vraag nu, want
Als dit zo doorgaat, nou, zou dan wel eens nee kunnen zijn. Want heel veel kansen over en weer hebben we ook in de tweede helft nog niet mogen noteren. Nee, ik denk de maker van de goal wint. Dat denk ik echt. Maar laten we hopen dat de ploeg die nu aan de bal is, dat zal zijn. Emmen, Harderveld kan de bal ten oude noord binnenhouden. Maar met een gelukje over de zijlijn. Gaat hij over de zijlijn, mag hij maar gooien, is al gebeurd. Is het Scholten die vanaf links de bal erin draait? Is het Partijcek die er niet bij kan? Is de afvallende bal voor Brouwer, die kan hem nog verlengen. Maar vindt net Kieft de bel tot de randje 16. Gewoon bij de gaas. Dat laten ze wel meer zien, vind ik. Ja, het is paniekerig. Maar echt profiteren ervan weet Emmen tot nu toe nog niet. Is het Benet die wil gaan gooien? Halverwege de helft van de Graafschap aan de rechterkant van het veld. Weinig beweging. Kieft de bel een klein beetje. Maar voor de rest, ja, Brouwer beweegt nu een beetje. En is het Partijcek die naar de zijkant gaat. En de bal verlengt met het hoofd. Maar vindt net Ben Scholten niet. Dat is jammer. Er zat net een uitgestoken been van de Graafschapverdediger tussen. Maar de bal is alweer voor hem. Via Harderveld. Vindt vlak. Toch zit wel een fase, René, hoor. Vlak. Voel je het niet? Ja, zeker. Ergens voel je het, hè? Alleen de laatste paas ook nu weer is net niet goed. Oh, dit is pech. Is Scholten, die kan Partijcek niet meer bereiken. Die heeft hem wel, raakt die bal niet goed. Maar is het Dirksen die de bal niet goed raakt? Colijn. Maar Hoekstra blijft rustig. Tegen Cambuur maakte hij zo een overtreding. Ja. Nu blijft hij rustig kijken naar de bal. Dat was meer een puntje 16, hè? Ja, maar dit kwam ook aardig in die richting. Ja, maar nu kwam ze recht op hem af. Hij kwam uitstekend staan. Ja, toen kwam de bal van de zijkant. Dat klopt. Dat was toch een lastige inschatting. En heel toevallig, hè? En dit doet hij prima. Ja. Goed gedaan. Bal op de zijlijn. Benet houdt hem niet binnen. Nee, vlak ook niet. Benet houdt hem niet binnen. Benet loopt hem over de zijlijn. Ja, half. Ja. Maar dan hou je hem toch niet binnen? Nee, nou, hij schiet hem gewoon over de zijlijn, man. Ja, maar ja. Hij had hem al lang binnen gehouden. Alleen daarna moet je niet over de zijlijn lopen. Ja, dus houdt hij hem niet binnen. Nou, heel slecht. Dat lijkt wel damesvoetbal. Die lopen ook soms. Ze hebben de bal dan al over de lijn. Dat zijn jouw woorden. En dan heet je het niet dat je de bal niet in kunt houden. Ik heb genoten van een prachtig WK. Heerlijk voetbal gezien. Hoeveel wedstrijden heb je gezien? Eén, de finale. Emme heeft hij geluk. Ja. Want die lijkt een overtreding. Maar Emme mag counteren. Benet, is hij los? Nee! Dat is zonde. Want die dacht al aan een mooie aanval. En die van de Graafschap. Dat is natuurlijk weer Buutner. Die boel een beetje op zit te naaien. Ja, ik weet niet of hij daar verder mee komt. En natuurlijk wordt hier wel een overtreding voor gegeven. Want dit is een soort... in de rug lopen. En natuurlijk is de Graafschap boos. Krijgt Roosendaal commentaar. En is Buutner de vragende man. Want ja, dat was zo'n erg overtreding. En natuurlijk zal Buutner ook nog even naar Roosendaal gaan. Nog even een sneertje doen. Ja, let maar op. Kijk, nog even langzaam lopen. Geel. Ja, maar commentaar geven mag toch wel. Behalve als je de trainer van Emmen bent. Dan mag het niet. Ja. Want die krijgt geel. Ja. Ja. Of hij was even Oost-Indisch doof. Ja, dat moet je soms misschien maar zijn. Misschien ook wel verstandig. Balletje naar de buitenkant toe. Naar Skoppema. Die verlengt de bal. En moet Benet ertussen zitten. Zit hij er ook? Antwoord is ja. En de Graafschap heeft haast snel gegooid. Maar te snel. Want de Wierik zit ertussen. Bal even terug naar Hoekstra. Die rustig blijft. En de bal naar voren toepeert. Moet Benet het duel winnen. Ja, dat lukt hem niet. Maar de bal komt toch weer Partijcek. Die van de bal wordt gelopen. Blijft die bal binnen. Antwoord is ja. En dus bal bezit voor de Graafschap met Doemer Bakker. Ja, maar het is wel een goede redding van Hoekstra. Ja, net was prima. Dat is echt een countermogelijkheid. Een beetje toevallig omdat Kiesembel niet lekker raakt. Lijkt me ook buitenspel, maar hij laat doorgaan. Bodden, de assistent scheidsrechter. En dan komt er gewoon een corner voor de Graafschap. Ja, ik weet het niet zeker. Kijk, Kiesembel of de Wierig zegt wel, dit was buitenspel. Maar hij had ook even een stapje kunnen maken. Daar was je het helemaal zeker. Ja. Want het bleef nu toch een beetje als enige hangen. En dan is het toch een vervelend moment, zo in minuut 69. Dat de formatie in het blauwe en wit, de superboeren die in de tweede helft nog geen enkele doelpoging hebben gehad. Terwijl Emmen al 3 heeft gehad en ook 3 keer tussen de palen. Maar dat kunnen ze zomaar dus helemaal ombuigen. Met deze ene corner die hoog voorkomt. Kopbal is daar. En weggewerkt door Harderveld. En uiteindelijk door Vlak was het of Kieftenbelt. Wordt de rest gedaan. En dan is helaas Konings niet bereikt. Dan moet Konings uiteindelijk toezien dat de bal helemaal terug gaat richting de doelman. Weer geen schot op doel te nemen. Wel even een hachelijk momentje. Weet je wat wel lekker is, Niels? Een goal. Dat Emma spelers heeft die gewoon net getekend hebben. Direct kunnen spelen. Ja, want absoluut. Dat hebben jaren gehad. Dat waren ze of niet speelgerechtig. Of ze waren geblesseerd. Of moesten opgetraind worden. Of weet ik veel wat. Nee, dat is waar. En nu spelen ze direct. Ja. Dat is lekker. Nee, dat is absoluut fijn. De Graafschap weer in balbezit. Nog wel op eigen helft. Dat is lekker voor Emmen. Balletje breed achterin gespeeld. De bal naar Schenk in het midden van het veld. Zelfs nog in de middencirkel speelt hij de bal naar voren toe. Oeh, dat is wel heel veel ruimte daar aan die rechterkant. Sterker even nog. Die bal. Oh. Er staat Hoekstra nog tussen, denk ik. Dat was heel belangrijk. Anders
was het denk ik die 7 geweest. Bosilje, ja. die bal had binnen kunnen tikken. Nou, die leek hem door zijn benen lopen, door de hoek staan, die bal raakte. Ja, raakte hem net aan. En dan schiet je niet op doel, maar ben je weggevallen, Niels. Een bal over de hele slechte bal gegeven door Büttner. Niet begrepen, bal aan de andere kant over de zijlijn. Nou, Hoekstra redt Emmen 2 keer. Ja, en daar komt en zonder dat de Graafschap dus op doel zit. Hè, want in de statistieken zie je dit niet terug. Nee, dit was een voorzet vanaf de rechterkant, ja. Ik moet zeggen, wel heel veel ruimte dat die man die de bal gaf. Ik zag niet zo 1, 2, 3 wie. Was dat misschien, denk ik, Unal die bal kon geven. Die kans is wel groot, ja. En dat was heel veel vrijheid over de kant van Hardenveld. Emmen zit er heel kort tussen. En dan is het Kieftenbal die in eerste instantie voor opluchting zorgt. Maar dan komt de Graafschap weer. Colijn met een afstandsschot geblokt. En dus wederom een corner. Het publiek gaat er meer en meer in geloven hier op de Vijverberg. En ook terecht, want het is een goede fase van de Graafschap. Ja, een beetje power erin, hè? Ja dat, gewoon een beetje opportunistisch. Zoals de Graafschap ook bekend staat. Ja. Publiek erachter, in de richting het eigen publiek. Dat is ook altijd een pre. En dan moet Emmen gewoon op dit moment even overleven. En dan hopen ook dat ze een keer een goede kant kunnen plaatsen. Maar eerst die corner maar eens overleven. Het is Büttner natuurlijk weer met zijn linkerbeen. Indraait, hoog, ver, tweede paal. Dirksen kopt, doet hij goed. En dan is het Kieftenbelt die het uitstekend verlinkt. Bal over de zijlijn schiet. Was ook de enige optie die hij had. Die weer prima de gaatjes dichtloopt, Niels. Ja, en als je hem verkeerd raakt, schiet je hem zo over de achterlijn. Maar dat doet hij niet. Nu gaat hij over de zijlijn en mag de thuisploeg wel gooien. En doet de ploeg dat ter hoogte van, zeg maar, een strafschopgebied, 11 meter gebied. Of 11 meter, kan je beter zeggen, hè? 11 meter vanuit de cornervlag. Richting Büttner gegooid. Die met zijn linkerbeen wat trucendoosje opengooit. Komt hij ook nog tot de voorzet. Ja, best knap. Maar Emma zit ertussen. Nee, ik kies hem wel daarin niet zo goed. Maar kan het de mogelijkheid misschien nu wel. Maar dan moet Brouwer die bal onder controle krijgen. Lukt hem dat? Nee, ook geen overtreding mee. De Graafschap neemt over. Inderdaad, sterke fase op dit moment van de thuisploeg. Met Büttner, die iets doet, wat hij eigenlijk helemaal niet kan. Maar hij kan gewoon ingooien. Omdat Vlak die bal als laatste raakt. En dus de Graafschap voor onze neus, recht voor onze neus, mag gaan gooien. Schoppema gaat dat doen. Bij wie is de beweging? Nou, daarvoor is de beweging, maar er zit Benet goed tussen. Is de aanvallende bal voor Konings. Ja, dus beetje... nadat Benet al tussen zat. Hè? Ja, dat zei ik. Ja. Benet komt die bal. Goed. Ja. En dat deed hij prima. Maar geen vervolg. Konings heeft geen controle. En dan gaat Kieftenbelt even zitten. En dan is de vraag... Of hij doet dat slim, dat kan. Nee, last van zijn hamstring als ik dat zo zie. Ja, dat zou kunnen. Daar wreef hij volgens mij op. En dus dat mis je werk aan de winkel voor Jan Haak. Dat maar misschien deze in deze fase even, ja, even slim. Om wat zal ik voelen? Doe mijn hamstring. Ja. Ja, hamstring heb ik nog niet gehad. Ja, zegt hij, hij wrijft erover. Nou, en als je daar water op spoelt, dan wordt je sok niet vol. Maar hij heeft wel pijn, denk ik, hoor. Ja, denk het ook wel. En er wordt nog gewisseld in, nee, hoor. Ja. Want ik zie dat er wordt geroepen naar Bernadou. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. Die natuurlijk al in de warming-up bezig was. Ja, dan gaat Bernadou komen. Ja. En dat is zich logisch. Ja. Wat? Volstrekt logisch zelfs. Ja. Hij staat inmiddels weer op Kieftenbelt. En die moet natuurlijk naar de kant toe. Of die wissel moet direct plaats kunnen vinden. Dat zou kunnen, want Bernadou trekt zijn shirtje al uit. Maar trek hem toch maar weer even aan. Wordt er vanaf de bank gezegd. Oké, even wachten nog. Even wachten nog. Kan Kieftenbelt misschien nog een paar minuten door? Ik denk het haast niet, want hij wandelt nu naar de zijkant toe. Overlegt even met trainer Fred Grim. Ja. En dan zal hij zeggen van, ik ga lekker doen. Maar hij moet naar de zijkant, omdat hij natuurlijk geen kaders geeft. Ja. En dus staat hij en wil hij wel weer terug. Nou, dat lijkt er wel weer op. Mag dat dan ook direct? Nee. Even wachten. Eerst moet de bal een omwenteling hebben gemaakt. En dat is tweede waarschijnlijk. En dan kijkt hij smekend naar Roosendaal. Bij de tweede. Kom er maar in. En dat is nu het geval. En dus Emmen weer compleet. Ik dacht dat het ook echt de regel was. Dat je bij de tweede omwenteling er mag komen. Ja, dat zou kunnen. Ja, hè? Nou, dat valt mij vaak op dat gebeurt trouwens. De bal achterin bij de Graafschap. Beetje druk zetten van Patricek. Niet massaal. Het is ook niet dat Brouwer nu zegt van ik ga naar die doelman toe. Nee, het is een beetje pseudo. En dan is er heel veel ruimte op rechts. Benet, ja, ik ga niet doorstappen, jongens, want dat is geen afspraak. En dan doet hij een beetje de armen de lucht in zo van, ja, doe dat dan ook niet. Zet dan ook geen druk, want dan geef je mee in ieder geval ruimte weg aan die mee opkomende linkervleugelverdediger. Waardoor Benet moet kiezen. Dus doe dat niet. En dat zie je nu ook wel, hè. Colijn staat er een beetje tussenin. Kan nu ook aannemen, kan hem verleggen. En nou, dan gaat de bal gelukkig voor FCM over de zijlijn. Maar met die last zit Benet dus wel, hè. Ja. Omdat Brouwer dan een beetje druk wil zetten. Krijgt Benet vaak twee mans tegenover zich. Kan nu wel gooien trouwens. Want de bal werd door de Graafschap over de zijlijn gespeeld. Benet wilde het even doen richting Tewierik. Maar beseft al snel dat dat niet kon. Want dan stond die Bosilje tussen. En dan gaat het toch maar vooruit. En zit Emma ertussen. Ook voor lang. Nee, niet voor lang. Konings kan niet voorkomen dat de bal bij de rechterkant uitkomt. Via Warmerdam gaat hij even terug. Richting de laatste linie via Fortes. Is het inspelen richting Büttner. En dan weer richting de laatste lijn.
En dan heiliger komt heilen, ja. Zometeen. En dan ben ik benieuwd voor wie. Voor Burnett. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Ja. Want Burnett zit er ook door. Ik denk dat we gewoon een dubbele wissel krijgen zometeen. Maar je hebt zometeen ook nog een wisselmoment natuurlijk, hè? Ja. Maar eerst komt heilen en dan denk ik... En zal niet voor Kieften wel doen? Nee, Burnett. Oké. Okay. En dan is de vraag, gaat Te Wierik dan naar de rechterkant of gaat Heijlen daar spelen? Dat is even de vraag. En het, ik zie geen overleg. En Te Wierik vraagt zich dat wel af. Ja, wat moet ik doen? Moet ik naar rechts? Ja, maar dat zal hij... Ja, inderdaad. Ja. Te Wierik gaat naar rechts. Ja. Ja, lijkt me ook meest logisch. Ja. Oké. Okay. Dat hadden we niet verwacht, deze wissel. We dachten echt dat Kieften wel eruit zou gaan. Maar het is dus Burnett geworden. Minuut 76, de rentree van Heijlen. Ik denk wat je zei, dat het toch het geval was. Even gaan zitten, even de stoom van de ketel halen. Ja, maar ja, Burnett meldde zich wel. Of Benedoe meldde zich wel. Toen hij terugliep, trok hij heel snel zijn shirtje weer aan. Maar ik denk dat Kieften wat zei. Nee hoor, niks aan de hand. Ik ga gewoon door. Ja. Doeltrap voor Emmen, voor Hoekstra. Met een diepe bal, niet opbouwen richting Patsicek. Die verlengt. Half, krijgt de bal een beetje op zijn rug, leek het wel. En zet dan druk op de Graafschap. Maar Colijn voor de Graafschap kan overnemen. Die verlengt de bal en is Heijlen. Die direct resoluut ingrijpt. Ja, toch teleurgesteld moet zijn geweest. Tuurlijk. Want de voorbereiding is een beetje alles gespeeld. Woest. En was die woest? Tuurlijk. Hoe ziet de woeste Heijlen eruit? Ah, die briest. Amai, amai. Nee, die briest. Oh, die briest. Oké. Okay. Ja, een stier. Stier. Nee, maar natuurlijk baalt hij. Ja. Zeker, natuurlijk. En dat moet ook. En moet ook, ja. Je moet niet zeggen, trainer, amai, lekker, ik kom naast u zitten. Ja. Nee. Blij toe. Ja, nee, u heeft het verkeerd gezien. Hij vindt in ieder geval een goede kleur. Ja, en hij brengt hem naar Hardenveld. Hardenveld, bal diep. Is die bal goed? Ja, die bal is goed. Scholten, doortikken. Oh, nee, dat lukt net niet. Ja, krijgt hij dan nog een corner? Nee, nog niet. Het zou wel kunnen. Nee, tikt hem dan zelf over de achterlijn. Niet slim. Jammer. Van Scholten, waarom tik je hem daar nou aan? Die gast die zit op de achterlijn, René. Die kan geen kant op en dan tik jij hem over de achterlijn. Nee, ik niet. Nee, hij. Oh, hij. Ja, ik denk, wat ben je nu boos op mij? Nou, ik word er wel een beetje teleurgesteld door, René. Ik merk het, teleurgesteld. Dat is misschien een goede woord. En niet boos, hè? Nee. Boos is iets anders, René. Dit is teleurgesteld. Ja. Want dat hoeft niet. Nee. Nu heb je gewoon een doeltrap. Zonde. Minder dan een kwartier. Nou, misschien wel langer dan een kwartier als we nog blessuretijd krijgen. 13 minuten nog officieel. En de doeltrap voor Bakker, de doelman van de Graafschap. Die even kijkt waar naartoe. Wacht dat iedereen zo'n beetje bij de middenlijn staat. En daar komt die diepe bal richting Te Wierik. Dat lijkt me een verkeerde keuze. Maar Colijn komt er goed voor. Die kwam aangevlogen vanuit het centrum. En heeft weer de bal gekregen. Colijn naar de buitenkant toe. Moet Brouwen mee verdedigen. Dat doet hij uitstekend. Brutijn wat de zijkant opgezakt. En weer Brouwen ertussen. Vooralsnog prima gedaan door de rechteraanvallen. Ja, Patisek zit er een beetje door. Heb ik maar is ook geen meevoetballer, René? Nee, zeker niet. Die moet rond de 16 zijn. Juist. Hier heb je niet zo heel veel aan. Nee, niks. En dus kun je misschien wel wisselen. Maar niet voor een verdediger. Koude mogelijkheid. En maar waar naartoe? Want er is geen snelheid voor hun. Scholten biedt zich aan. Maar de bal gaat even terug. Misschien wel verstandig. Ja, Konings dacht ook, waar kan ik heen? Ja, nergens. Ik kan niet naar België. Precies. Ja. En niet naar Peru. Peru. Ja, dus... ik kon alleen naar België. Ja, cool alleen naar België. Ja, dat was Heijlen. Die stond achter hem. Goed gezien. Niet naar Duitsland? Nee, alhoewel dat is wel dichtbij. Ja. De aanval, combinatie leek goed, maar dan is het vlak die de bal verliest. Moet in de achtervolging. Want ja, aantal mensen van hem voor de bal. Buurt met een aardig balletje. 30 jaar buitenspel. Ja. Net was amateuristisch. Net was het een kilometer, dit was 800 meter. Maar dit is slecht. En nou, ik vond het uitstekend gezien van de man aan de overkant. Nee, Bodde is foutloos. Bodde, had je al gezegd? Even denken. Ja, had ik wel gezegd. Ja, had je volgens mij wel gezegd. Tot nu toe foutloos. En dan moet hij nog even volhouden. En als, nou, half een paar keer foutvlag als het geen buitenspel is. Nou, vind ik het ook prima. Nou, maar dan is hij ook foutloos. Ja, vind ik hoor. Ja. De vrije trap wordt niet door Hannevold genomen. Maar Dirksen zegt, ga jij maar richting de zijlijn. Ik neem hem wel. En ik speel hem lekker terug naar Hoekstra. En die kan door naar Heijlen. Ja, dat gaat hij ook doen. Een beetje aan de bal. Maar gelukkig is er geen druk. Directe druk van de Graafschap. Brouwer aanhaam slecht. Ik vind dat niet echt lekker hoor. Ook die bal van Hoekstra gewoon al niet. Ja. Komt dan wel goed met het hoort en stoten. Ja, maar hij blijft de bal bezitten. Het is de Wierik die de bal diep speelt. Nou, een beetje, een beetje paniek, Niels. Ja, die Schenk. Die doet maar wat. Die zoon van Art. Dat is nu een kluner, hoor. Ja, dat is, die kluner aardig erachterin. Een kluner uit Doetinchem. Ja. Cornerbal dus. Brouwer meldt zich, want Ubik is het niet meer. En dan zie ik volgens mij geschreeuw aan de zijkant van Kieftenbelt. Van wat doen we, wat moet ik doen? Wat is mijn rol? Uiteindelijk is er geen rol. Corner komt wel. Tweede paal, niemand is erbij. Dirksen was het trouwens, die riep. En die wilde volgens mij weten of hij ook mee de sessie in mocht. Maar Grim was in gesprek met Warming. En dat gaat ongetwijfeld van hoe lang kan hij nog belast worden? Nee, tuurlijk. En ze keken niet wat de situatie was. En Dirksen moet nog wel mee of niet naar voren. Nou, of het was, wie pakt wie. Dat kan ook dat in omschakeling. Dat zou kunnen. Ja, er is natuurlijk wel wat veranderd nu.
Het is Heijden die stapt waardoor de bal op Buten niet gegeven kan worden. En dat gebeurt ook niet. En dus blijft de Graafschap gewoon in balbezit. Balletje diep. Goed, Heijden er goed tussen. Via Brouwer en Te Wierik wordt uiteindelijk Kieftenband gevonden. Als je nu kunt steken, dan kon hij niet. Er staat een man vol, maar dit is ook goed hoor. Maar die doet Kieftenband prima. Die speelt gewoon goed. Ja, speelt uitstekend. Diepe bal nou. Konings erbij? Nee. Prima gekiept. Ook buiten 5 meter bal van Hardeveld hoor. Is het, ja, maar die keeper doet het wel prima, vind ik. Doet dit ook dom. Levert hem zomaar in, die keeper. Dat doet Hardeveld wel goed. Vlak. Waar kan hij naartoe? Vlak naar... Buitenkant. Scholten naar Brouwer. Brouwer oh, goed! Is dit het moment? Scholten schiet! Ja! Ben Scholten brengt hem aan de leiding. 0 tegen 1. Wat een heerlijke treffer. Het is Ben Scholten die de aanval zelf opzet. Maar die verdient het ook, hoor. Goed doorloopt de bal. Was het Brouwer die hem gaf. Ja. In één keer goed doorgeeft. En hij twijfelt niet. Nee, waarom? Tegen Cambuur schoot ik hem bikkelend binnen. En tegen Cambuur deed ik dat. En tegen de Graafschap kan ik dat ook. Heerlijke treffer. Alhoewel ik denk, had Bakker die bal moeten hebben. Hoe dan ook. Nou, dat is zo hard, joh. Ja, hij heeft de schroeiplek in zijn handschoenen. Emmen leidt. De Graafschap 0. Emmen 1. Heerlijk. Maar een verdiende goal ook voor de jongen zelf, hè? Ik bedoel, die... Ja, die staat helemaal op dit jaar. Hij grijpt dus kansen aan die misschien van tevoren niet zomaar er zouden liggen voor hem in de voorbereiding. Ja, ik heb hem tegen Arne gezien, René. Hij krijgt kans op kans, jongen. Hij kreeg die bal niet binnen. Maar hij knokt, hij werkt, hij vecht, hij bikkelt, hij heeft vertrouwen. Want hij heeft al een paar keer iets gedaan waar wij van dachten van doe dat nou niet. Maar dat is ook vertrouwen. En nu denkt hij niet na en is gewoon een goal. Ja. En hij verdient hem echt. Ja, prima. Ja, verdient hij ook. En je ziet, ik vind ook op de training, Niels. Als je hem op de training ook ziet, ook daar voelt hij met vertrouwen. Ja. Twijfelt niet. Gaat wel eens een keer een schot over. Maar hij probeerde het in ieder geval wel. En dit was prima gedaan. Prima aanval. Emma leidt dus. Heerlijk. Ik kijk nu al uit naar het interview. Want dat vindt hij altijd leuk. Ja, en ook, dat zijn ook spetters. Dan gaan de fokkelstukken daar vanaf. Ja, echt geweldig. Nee, maar dat vind ik altijd fantastisch. Kreeg je het geluid wel even weer op? Ja. Nee, maar dat heeft hij. Vindt hij zo bescheiden, man. Bescheiden, lieve jongen. Maar dat misschien dat het verandert, joh. Misschien dat hij nou dat vertrouwen ook heeft. Maar dat gaan we zo meteen al zien. Edi Ratering in de ploeg gekomen. En Warmerdam is eraf. Dus dan heeft hij dat ook even, weet hij ook weer. Brouwer tikt zijn tegenstander aan. Dat betekent een fluitje, overtreding, vrije trap voor de Graafschap inmiddels genomen. Ik krijg een tweet en die zegt, oh vol mannen, de derde gelijkspel is in de maak. Zegt een fan op Twitter. Ik zeg, de vertraging is wel erg lang daar. Ja, hè? Ja. Nou ja. De Graafschap, het gelijkspel kan nog niet. Zeker, het is er niet gedaan. Buten bij de voorzet, is hij goed? Mwah, redelijk. Oh, Malm Hoekstra, bang. Stompje daar. Hij had hem kunnen pakken, dacht ik. Maar goed, het komt goed. Hardeveld met een goed vervolg. Richting de man die de goal maakte. Scholtes aan de zijlijn. Hij richting Patsisek. Ah, dit is vies. Dit is vies overtreding, maar het mag door. Het is Brouwer die hem goed heeft liggen misschien voor een schot. Schiet dan, jongen. Ja, maar hij twijfelt en hij wandelt door. En uiteindelijk is daar de overname van de Graafschap. Maar dit is gewoon een vies overtreding, René. Ik weet 100% zeker, als jij... Ja, ik krijg geel. Maar ik vind het... Het was gewoon smerig van achteren. Ja. Oké, okay, geef geel. Dat is dan een goede oplossing, want dat gaf voordeel. Ja. Prima. Maar ik twijfel zelfs of het geel was. Ik ga het even terugkijken, want het neigde naar rood. Vond ik, vanaf deze plek. Ik ga het even terugkijken. Terwijl Patsisek nu de zure behandeling krijgt. Even naar de beelden, die u thuis ongetwijfeld ook nu ziet. Nee, het is geel. Oké, hij wilde wel voor die bal gaan. Hij kon alleen niet bij. En daardoor neemt hij gewoon in de actie die hij maakt, neemt hij Patsisek mee. Dus geel, denk ik wel prima. En ik vond ook dan ook wel weer goed dat Roosendaal daar voordeel geeft. Alleen had die Brouwer, denk ik, toch gewoon moeten denken vanaf 20 meter. Ja. Met 4 man om zich heen. Waarom niet? Ja, toch? Ja. Zondag schot op vrijdag. En die bal lag ook goed op een gegeven moment. Maar deed hij weer één stap te veel. Ja, ja oké. Okay, maar goed, dat is een keuze. Maar, soms moet je niet nadenken. Nee, hè? Vind ik ook. Nee. Maar is nog jong, moet nog veel leren, zullen we maar zeggen. Ja, dat is ook zo. Lekker voorsprong, een lekker moment ook. En in een fase waarin het ook niet heel verdiend was. En wat u thuis hoort, zijn niet de supporters van de Graafschap. Nee, die zijn stil. Die zitten. Die zijn stil en die denken van verdorie. Maar die zijn gaan zitten ook. Zo lekker begin, 4 puntjes uit de eerste 2 wedstrijden. Maar het lijkt erop dat Emma ongeslagen blijft. Sterker nog, met 5. Ja, dan ga je een stapje maken. Ga ik even naar de stand. Want dat is natuurlijk interessant, hè. Emma gaat klimmen naar plek 3. Drie? Ja.
Heb je, ja, dan zijn alle andere wedstrijden al even verwerkt, hè? Ja, dus er is ook even verwerkt. Want NAC staat achter, de Graafschap dus achter. Daar ga je overheen. Ja. Den Bosch ga je overheen. Ja, je gaat over Willem 2 heen, die nog wel moet dit weekend tegen Groningen. Maar goed, naar plek 3, dat is lekker. Oeh, opletten, want de bal wordt genomen. Die wil over de hele. Is het goed inspelen door die aanvoerder? Maar Emmen zit ertussen. Overname is daar. Kan je Patsystek bereiken? Ja, ook. Combinatie goed. Terugleggen van Patsystek richting Vlak was oké. En Vlak dacht, ja, ik kon alleen maar breed. Maar dan moet eigenlijk daar Konings niet diep gaan rennen, hè? Nee, dat deed hij wel. En dus gaat de bal over de zijlijn. En mag de Graafschap de ingooi nemen. Hebben wij hier nog 5 minuten exclusief blessuretijd te spelen op de Vijverberg. En ziet de situatie er dus prima uit. Kan je in ieder geval nu misschien al wel gaan stellen, René, dat de ongeslagen status gaat blijven. Maar worden er 3 punten zoals het er nu naar uitziet? Of gaat de Graafschap in die dying minuten toch nog een goal maken? Ja, misschien hebben ze het ook wel verdiend, René, op basis van de hele wedstrijd. Maar eigenlijk ook niet echt iets afgedwongen. Nee, 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 zeker niet. Maar houden ze de eerste kans van Mahi? Ja. Prima. Maar tweede helft. Ja, daar die voorzet vanaf de zijkant, die werd getikt door Brouwer. Door Hoekstra. Ja. Dat was nog een moment. Ja. Maar voor de rest, die toevallige kans die Hoekstra oppakt, dat was geen kans. Nee. Hoekstra, de man erover praten, die dus zich prima herstelt. Na die fout bij Cambuur en vorige week ook een beetje bij die tweede goal. Waarin niemand optrad, maar hij ook niet. Staat vandaag goed te keepen, houdt tot nu toe zijn doel schoon. Natuurlijk gaan we staan in minuut 87. Nogmaals voor Herman, die super vrijwilliger hier van de Graafschap. Prachtig dat de Graafschap dat doet. Prachtig ook weer dat ze zo'n spandoek hier ontvouwen. En prachtig ook dat de hele Bunningside dat met groot respect doet. Ook al is er ook wel stilte vanwege de stand hier in de wedstrijd. Komt er hier een kans voor de Graafschap? Ja! En de redding van Dirksen. Gooit zijn hoofd voor. Prima gedaan. Ja, want Hoekstra moest ook naar de hoek. Deed hij ook wel. Ik denk ook dat hij hem had gehad. Maar Dirksen deed dat wat hij misschien ook het slimste kon doen. Niet gokken op wat achter je staat. Maar gewoon zelf ingrijpen. René, dit maakt voetbal ook mooi, hè? Ja, ja, zeker. Dat applaus en dat indrukwekkende stadion. Want dan is het toch gewoon iedereen lekker dicht op het veld. En zo'n spandoek dan met de beeldenis van Herman erop. Ik vind het prachtig. Man is 87 jaar geworden. Rustzacht. Voorzet, corner, Hoekstra, bokst. Goed, bal naar de buitenkant. Komt een ingooi voor de Graafschap. Het applaus is weg, want die minuut is geweest. De minuut voor Herman. Stand niet veranderd in die minuut. Het is nog steeds 0-1. Ingooi, is genomen. En dus... Pompen of verzuipen. Ja, pompen of verzuipen. Moet Heilen nu wel winnen, doet hij half. Fortes levert de bal erin. Laten lopen. Goed gecommuniceerd achterin. Ik denk dat Hoekstra dat tegen Dirksen zei. Ja. Niks doen. Nee. Staat niemand achter je. Laat die bal maar rustig over de achterlijn gaan. Coachje. En dan komt het allemaal goed. Nou ja. Ja, het zit eraan te komen, de eerste 3 punten. En dat bij een ploeg waar je het misschien van tevoren niet verwacht zomaar. Terwijl ze op de spinnenkoptribune toch nog een keertje achter de ploeg gaan staan. Ja. En het momentum weer proberen te pakken. Wat ze wel een tijdje hebben gehad. Zonder dat het dus echte kansen opleverde. En is het Hoekstra die even zijn tijd neemt. Even, oh, we gaan wisselen. Ja, moeten we opletten. Het is... Zij gaan alles of niets. Ja, alles of niets. We zien dat de man Hassan in de ploeg gaat komen. Gaat een linkerspits, denk ik. Maar die komt voor een verdediger. Ja, dat is voor die Schoppema. Levi Schoppema die... Levi Schoppema. Die naar de kant toe is gegaan. Schoppema. Ja. De doeltrap die stond nog, die is genomen. En die gaat richting Patsystek. Kan niet koppen, maar via een speler van de Graafschap gaat die bal over de zijlijn. Konings doet dat prima, mag zelf gaan gooien. Of laat hij er over aan Hardeveld. Ik denk dat de laatste het geval is. Nou ja, en we gaan nu een beetje tijd rekken. Ja, en het geeft ze zo gelijk. Anderhalve minuut officiële speeltijd nog. Volstrekt gelijk. Hoeveel krijgen we erbij, Niels? Nou, een minuutje 5-6. Ja, zat ik ook aan te denken. Ja. Maar M heeft de bal met Scholten. Ver bij de Graafschap goal richting de 16. Graafschap komt eruit, maar de countermogelijkheid is er niet. En dan is deze bal van Tewierik zowaar goed bij Konings. Wil Konings diep, krijgt hij de bal terug. Maar is hij te scherp voor de nieuwe aanvallers? Zeg, Scholten weer prima. Speler van SCM. Ja, maar die bal was niet goed. Net is te scherp. Ja, maar het veld is ook nat, hè? Ja. Dus hij glijdt echt door. Het is niet dat hij stroef is. Hardeveld maait, want hij moet het met zijn rechterbeen doen. En dan schampt hij de bal. Herstelt het wel, ten koste van een ingooi. Dus de Graafschap weer massaal op de helft van SCM. Snel ingooi genomen. Hardeveld er met de voet tussen. Even wegschieten, want ja, het is gewoon vrouw en kinderen eerst. Alleen de bal komt niet over de middenlijn. Dus weer voorgooien door de aanvoerder van de Graafschap. En dan zit Kieft de bel ertussen. Nee, het was Dirksen die met zijn rechterbeen de bal in ieder geval even wegtikte. Maar het is alweer opgevangen
het leder door de graafschap. En het is Buettner die het moet gaan verzinnen. René, hoor. Let maar op, die gaan ze veelvuldig zoeken. Dit is handen en voeten, maar het is prima. Bal over de zijlijn. De graafschap mag gooien naar de actie van Eunal. En het is Buettner die kijkt. Wie wil die bal hebben? Nou, het zou richting de cornervlag kunnen. Inderdaad, dat gebeurt ook. Dan kan Buettner hem terugkrijgen. Kan hij hem in één keer voorgeven. Nee, kapt hij. Dat doet hij goed. Rechterbeen. Dan moet dit simpele vangbal zijn voor Hoekstra. En dan is hij Buettner boos. Maar ik vond hem ook een matige bal, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat hij boos op zichzelf is, Niels. Oh, ja, maar ik vind het, hij had natuurlijk ook wel een duel zien. Dat gebeurde ook niet. Wat zei ik? 6 minuten? Klopt. We krijgen dus 6 minuten bij René. En die lopen nu. Ik weet niet of jij je klok ingedrukt hebt. Ja, zeker. Ik altijd, hè. Oké, maar die loopt dus nu. En de bal is bij Hoekstra. En Hoekstra natuurlijk lang. Diep richting Patsicek. Komt nu wel winnen, zou ik zeggen. En je kunt richting die doelman. Maar dat lukt niet. Ze gooit zich er geweldig voor met zijn hoofd. En uiteindelijk is het een overtreding. Te laag koppen of te hoog schieten. Zeg het maar. Oh, ja. Er is een hoofdblessure bij Dirksen. En hij zegt gewoon, ja, het is van beide kanten. Ik fluit niet af voor een overtreding. Ik fluit af omdat er een hoofdwond is. Ja, ja, dus en dat is een regel. Punt. Nou, hoofdwond weet ik niet. Maar, in ieder geval nee, maar als je naar je hoofd grijpt, hè, ja, dan moet dat ook. Simpel. Hij kwam ook gevaarlijk laag in vliegen, vind ik. Ja, dus, maar Dirksen, en dat deed hij vorige week in ieder ook. Dirksen vliegt er wel in. Ja, hij geeft nou ja, niet bang. Die bal die hij van de doellijn kopte. Ja. Ook, nee hoor, prima. Prima. Niet van dat benauwde. Nee, maar even kijken of hij weer omhoog krabbelt. Dat is wel te hopen. Een nadeel, hij moet er wel even naar de kant toe. Ja. Dus even met een mannetje minder daarachter is het Vlak die aanwijzingen geeft. Die zegt tegen Kieftenbelt, achterbij gestaan vriend. Want we hebben je even hard nodig. Want Dirksen, nou die kan wel verder, staat inmiddels weer. Grijpt even aan zijn rechter achterhoofd, om het zo maar te zeggen. Aan de rechterkant, ja. Rechterkant van zijn achterhoofd. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Nee. Nee? Rechterachterhoofd. Nou, leg jij het al even uit. Waar, nou, ja, ik heb mijn linkerachterhoofd en de rechterachterhoofd. Ja, flikker op, man. Vriend. Nee, joh, grapje. Ja, het was een ongelukkig hartgedruk, zullen we zeggen. Met zijn linkerkant. Naar de linkerkant van zijn achterhoofd. Rechterkant was het. Ja, maar voor ons links. Nee, nee, voor hem rechts. Ja, maar voor ons links. Vanuit onze optiek links. Oh, Hardenveld. Jammer. Ja, hij zegt ik hoorde niks. Nee. Ja, zegt Hoekstra, het is gebeurd. Laat maar zitten. Door. Hup, erbij zijn, ha? Ja. Het is, en Dirksen terug. Met allebei de achterhoofd staat hij weer in het veld. Zo ja, links. Met zijn linker rechts, rechter achterhoofd staat hij er weer. Staat hij er weer. En dan heeft hij nog een discussie met Vlak wat hij moet doen. Maar je moet overleven. Want het is nog een paar minuutjes. 0-1. De stand hier nog altijd op de Vijverberg. Cornerbal Buettner. Die zal hem met zijn linkerbeen weer vol gaan zwiepen. Komt die bal. Gevaarlijk hoor. Gevaarlijk hoor. Maar die bal blijft hangen. Weggekopt. Goed weggekopt. Nou, niet echt. Want daar komt schot en die gaat huizenhoog over. Maar wel de aangeraakt. Wordt er gezegd dat Emmer is boos. En Scholten zegt dat is niet zo. Maar ik denk wel dat het zo is namelijk. Ik denk wel dat die bal getoucheerd is. En dan komt er nog een corner. Voor de Graafschap. Is Buettner overgestoken. Nu wordt het een uitdraaiende bal. Alle hens aan dek. Verdedigen. Misschien René. Misschien verdient de Graafschap wel een goal. Maar waarom? Zullen ze hem krijgen? Dat hoeft niet altijd, hè? Je hoeft het niet te krijgen. En als Hoekstra stond, is het gevaar ook even weer geweken. Kijk, maar blijft... naar mijn klokje. Hebben we 3 minuten erop zitten. De bal wel voor de Graafschap. En wordt hij waarschijnlijk weer ingeslingerd. Nee! Zit Konings ertussen. Brouwer. Of is het Brouwer? Brouwer. Ja, en dan gaat Brouwer lopen. Nog even duwen. Slim. Kan hij bij een medespeler brengen? Bij Konings? Nee, dat lukt niet. Ook niet bij Patsicek. Dus neemt de Graafschap over. Nee, hoe lang nog? Ja, het was net 3 minuten. Oh, nu, 2 minuten 40? 2 minuten 50. Nou, kopbal weer natuurlijk. Ik doet hij ook. Dan moet die bal opgevangen worden door Patsicek. Dat lukt niet. Het is Buettner. Oh. Met wat geluk blijft hij daar hangen. En dan ligt Hoekstra. Maar blijft die bal liggen. En is er nou gefloten? Ja, dan nee. Nee, is niet gefloten. En via Heijlen gaat de bal over de zijlijn. En is het echt paniek, René. Dus vrouwen en kinderen heeft de Graafschap weer de bal goed liggen. Met Buettner. Brengt ervoor. Gevaarlijke bal. Maar het is weer Dirksen met het hoofd. Die zal hoofdpijn hebben. Maar hij kopt hem over de achterlijn. Corner blijft staan. Bal in het veld. Ja, en 2 ballen. Dat mag niet. Mag dat niet? Nee. Wat voor 3. Dus moet die corner overnieuw genomen, opnieuw maar genomen worden. Het is spannend hoor. Het is Buettner met de aanloop. De afdraaide corner. Daar komt hij weer. Hoekstra pakt hem. Heerlijk gedaan. En nou tijd nemen. En hij neemt alle rust. Of Scholten aangooien. Nee. Geen. Nee? Ja, nee? Ja, gewoon een lekkere diepe bal. Je kunt bal gewoon lekker diep gooien zometeen. Ja, nee, lekker die bal. Lekker wachten. Even 30 seconden wachten. Even 30 seconden wachten. Ja. Het mag wat mij betreft allemaal. Ja, hoor. 21, 22. En daar is dan de uittrap van Jan Hoekstra. En daar ligt sneeuw op die bal. Zo hoog gaat hij. En Konings moet het nu wel aangaan.
En wint een paar punten van hij mag gaan gooien, denk ik. Inderdaad, dat is het geval. En geen bal ik van denk Paul. Ik denk dat het wel klaar is ineens al, toch? Ik denk dat er nog wel een half minuutje bij komt. Want, belachelijk. Omdat natuurlijk Dirksen nog op de grond lag toen hij blessuretijd begon. Dus reken maar op een extra minuutje, Niels. Ja, oké. Okay. Te Wierik. Zal niet klagen. Nee, doe maar niet. Helemaal niet. Zijn we na dat extra minuutje ook weer te winnen. Want ja, daar hoop je dan toch op. Konings in duel. Wil dan gooien. Ik dacht toen dat hij wel recht op had. Maar de assistent zegt nee. De Graafschap mag gooien. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Nou, dat lijkt me toch genoeg. Antwoord is ja, gegooid. Daar zit Scholten weer tussen. En dan levert vlakbalbezit zit op. Speelt Brouwer aan. Brouwer kan niet zich vrijdraaien. Loopt eigenlijk de verkeerde kant op. En loopt zich vast en kan de Graafschap overnemen. Met Fortes de bal naar de buitenkant toe. Dan moet Harreveld instappen. Is te laat. Maar daar is Dirksen weer. Raakt de bal ook maar half. En dus Schenk. Schenk op de helft van Emmen. De bal naar binnen toe. Maar dan is het Ben Scholten. De man of the match. Zo mag je hem al noemen. Verdedigend. Ja. Heeft nu overal kramp. Zelfs in zijn arm. Die. En Scholten. Ja. En is het ook Kieft de Bel die druk zet. En dan is daar een Patisic die smal aan lopen. Ja. Moet in achtervolging. Kan nog geschoten worden. Ja, dat is prima. Meters naast. Niks die aan de hand. Centrale verdediger die gaat schieten, die Britijn. Ja. Ja. Nou ja, prima. Ik vond het een uitstekend schot. De scheids die gaat een beetje aan de zijkant staan. Er is krampgeval bij de Graafschap. Niels, gaat Roosendaal... 20 seconden zit 6 minuten erop. Gaat Roosendaal die bal pakken? Nee, maar komt echt nog hij zegt bij. Nog even tegen Hoekstra. Kom op hoor, kom op. Oké. Okay. Iemand die vraagt aan mij, Niels, het is toch gewoon een 0-0 wedstrijd. En men verdient niet te winnen, maar dan hebben ze mijn tweet niet gelezen. Ik zei, het is een dik verdiende treffer voor de nummer 19 van de Drentse club. Dat is iets anders, hè? Ja, ja. Want ik vond het ook een gelijkwaardige wedstrijd. Hoekstra krijgt geel, Niels. Hoekstra krijgt geel omdat hij tijd rekt en heeft nu een lange bal in huis. Scheidsrechter Roosendaal kijkt op zijn klok. Dat minuutje, gaat hij er nog bij komen? Zeker. Dat minuutje loopt dan. Patsy twee keer wint hij een kopduel. Nou ja, de tweede keer niet. Maar Kieft den Belt helpt. En Kieft den Belt maakt dan een overtreding. Dan kan Scholten. Ja, die krijgt dan ook nog geel, maar die schiet de bal weg. En die zegt dan, ja, maar ik heb je helemaal niet gehoord. En ik vond het ook helemaal geen overtreding. Maar ja, allemaal gebeurd. Roosendaal heeft twee keer geel uitgedeeld. Hij twee is keer, een beetje doof. Twee keer voor spelbederf. En dan gaat hij nu de bal vragen. Of krijgen ze toch nog één allerlaatste kans? Ja, lijkt me wel dat het op eigen helft gebeurt. Ik denk dat ze nog één keer die bal mogen inbrengen. Rode JC op 2-0 gekomen en gewonnen. Gaat er 9 punten komen. We hebben nog één keer een bal erin gepompt, wordt René hoor. En nog één keer punten. Richting tweede paal. Wordt verlengd. Weggewerkt door Emmen. En dan moet Konings de rest doen. Oh, en die brengt hem rustig bij Patsicek. Maar die had hem gewoon diep moeten rossen, René. Want nu heeft de Graafschap nog een kans om misschien die bal in te brengen. En anders had hij afgevloten, denk ik. Ja, nou, misschien wel. Maar dan wel weg moeten peren. Nu wordt die bal ingebracht in de 16. Heel hoog. Hoog. Blijft hij liggen. Komt er nog een schotpoging van de Graafschap. Nee, bal niet onder controle. Bal naar de buitenkant. Er ligt een speler van Emmen in de 16. Scholten. Maar er komt nog een voorzet. En dan wordt hij wel over de achterlijn getikt. Ook nog. En komt er dus nog een allerlaatste kans voor de Graafschap. Natuurlijk. Het publiek juicht. Omdat ze deze mogelijkheid nog krijgen. Maar we krijgen een eerste oponthoud hoor. Want er ligt een speler van Emmen. En ik hoop dat ze tegen hem zeggen. Ga staan. Want anders speel je met een man minder. Er kwam iemand invliegen op het hoofd van Ben Scholten. Weet ik. Maar ga staan. Want anders heb je een man minder. Ja, dat is zo. Dat zal misschien nu ook wel tegen hem gezegd worden. Probeer omhoog te komen. Maar als hij echt geraakt is, Niels. Ja, dan is het anders. Maar hij gaat wel van staan hoor. Hij gaat wel weer staan. Hij gaat ook staan. En volgens mij houdt iemand hem daar omhoog. Ja, te Wierik. Te Wierik is boos. Zegt, kom, kop erbij, anders spelen we met een man minder. Hij moet hem bij de les houden, te Wierik. Maar Ben Scholten heeft pijn. Kan eigenlijk niet meer, René. Hij heeft echt pijn. De doelman natuurlijk van de Graafschap mee. Mees Bakker. Wordt er nog een keer geel uitgedeeld? Ja, er wordt nog een keer geel uitgedeeld. Ditmaal voor? Oh, voor een speler van M ook, hè? Schenk, als ik het zo zie. Dat kunnen ook beide aanval. Of is het Heilen ook? Heilen ook. Heilen en Schenk. Die kregen een beetje mot met elkaar. Maar nog altijd staat die corner. Nog altijd staat Mees Bakker ook daar in die 16. Het is gelukkig helemaal niet spannend. Graafschap. Het is helemaal niet spannend. En wij maar wachten op die corner. En kijken naar Ben Scholten. Ja, die wankelt nog wel. Maar hij staat nog. Hij staat nog de match winnen. Voorlopig. Maar die kans, die gaat nog komen. Jongen, ga bij de 16 staan. Ga daar niet staan. Nee, ja, maar goed, je moet het wel winnen, René. Als je deze bal wegkomt, is het klaar. Die laatste bal komt nu van Buurten. En dan Hoekstra. Voldoende. Weg. Komt afgelopen. Het is gedaan. Te Wierik viert feest met het uitvak. Is door het dolle heen. De vlaggen worden gezwaaid. De supporters van Emmen juichen, springen, dansen. De mannen aan de kant. De technische staf van SCM. De eerste zege van Frit Grim. In dienst van SCM wordt gevierd. En Ben Scholten, René, de matchwinner, is er weer bij gaan liggen. Ja, maar die heeft echt pijn, Niels.
Want er wordt ook gezegd, ik denk dat het Kieftenbelt is of Brouwer, die zegt er moet verzorging bij. En eigenlijk een hele slechte zaak ook van die scheidsrechter, dat hij niet controleert. Ja, hij had toch moeten zien, hij is dizzy. Ja. En dan mag er verzorging komen. Ja. Maar ja, ze hebben tegen hem gezegd, ga nou staan, want straks zijn we met een man minder. Ja, ik snap het wel. Ja, ik snap maar het wel. Is ook risicovol. Maar het is heel erg risicovol, ja. Onverstandig vind ik. Ja, ik ben benieuwd of we nog te spreken kunnen krijgen. Ja, maar dat is wel even de vraag. Want hij ligt echt kroggy op de grond. Ja. En dat doet hij niet uit Wilde. Nee. Want als je matchwinner bent, ga je niet liggen. Nee. Lekker man, de eerste drie punten van het seizoen. En de hemel huilt hier, want het begint opnieuw weer te regenen hier op de Vijverberg. Het is geen verdiende zegen, maar het is wel een bevochten zegen. Een zwaarbevochten zegen. Dat mag je wel zeggen. En het inderdaad. Is voor Ben Scholten absoluut loon naar werken. Ja, absoluut de man of the match. Prima treffen van hem. Voetbalde verder ook uitstekend. En ja, wat er nu met hem gebeurt is... Ja, hij is zielig. Nou ja, maar dit hoort erbij. Maar hij ging het duel aan of heeft er een of ander cakeje gekregen. Ja, en dan doet pijn. Nee. Ja, daar kwam echt iemand invliegen. En daar had de scheidsrechter ook voor mogen fluiten. Dat deed hij niet. En, nou ja, het zal goed zijn met hem. We gaan hem ongetwijfeld spreken. Ja, en de interviews zul je echt wel later gaan zien op onze website. En ik zou zeggen, ga dat gewoon in de gaten houden. En dan kunnen wij even de balans maken mee. Want het was nog even spannend. 6 minuten lang en dat werd eigenlijk 8 minuten lang. Maar we kunnen in ieder geval de balans opmaken. Misschien met alle uitslagen inmiddels. En die heb ik inderdaad. Ja, die heb ik hier ook. SC Den Bosch tegen Den Haag 1-2. Terwijl de supporters feest vieren. René, vul het maar aan, joh. Dordrecht tegen Maastricht. Daar wordt nog gespeeld. Er staat 2-2. Roda JC wint thuis van Top Os met 2-0. De Bosch, je zei het al, tegen ADO Den Haag staat 1-2. Wordt nog gevoetbald als het goed is. Cambuur tegen Jong Ajax. Inmiddels 4-2. Knotsgekke wedstrijd daar. VVV Venlo tegen Jong Utrecht. Afgelopen 4-1. En Eindhoven tegen NAC Breda eindigt in 2-0. De stand. En hier dus de Graafschap ja, tegen 0-1. Die wist ik al. De stand. Jij hebt een actuele stand toch? Bij de hand. Heb jij die niet? Nee, want niet alle wedstrijden zijn nog afgelopen hier. Dus ik heb wel een stand. Maar dat is nog niet helemaal compleet. Alles is afgelopen, kan ik je melden. Oh, inmiddels wel. Nou, dan mag je zeggen wat de stand is. 1 Roda, 9 punten. Cambuur 2, 7 punten. 3 Emmen, 5 punten. 4 Eindhoven, 4 punten. Nou, lekker. Emmen klimt dus van plek 14 ongeveer naar plek 3. En Mike de Wierik heeft een... hoe noem je zo'n ding? Zo'n roeptoeter, zo'n megafoon. Oh. En die gaat even zeggen hoe blij die is. Weet ik niet. Ik weet niet of we het kunnen horen wellicht. La 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 la, zit hij volgens mij. Iedereen begint te springen. En het uitvak gaat uit zijn plaats en terecht. Emmen, de eerste 3 punten van het seizoen ja, zijn binnen. Die zijn broodnodig natuurlijk. Hè. Die eerste goal van Patsjek was vorige week van, ja. Van het lijstje. Nu heb je die eerste overwinning te pakken. En ze klappen voor Patsjek. Ja, tuurlijk klappen ze voor Patsjek. De supporters van de Graafschap bedoel jij, hè? Ja. Ja, Patsjek zal zich moeten melden voor ESPN, denk ik. Want die spoedt zich nu richting de kleedkamer. Ja, hij zal tevreden zijn. Ik denk dat Kieftenbelt en Hardenveld ook wel weer tevreden kunnen zijn. Ja. Met hun optreden. En ja, ik denk voor de werklust sowieso al een dikke voldoende. Dat het beter kan, dat het beter moet. René, daar zijn we het ongetwijfeld over eens. Maar hier zijn ploegen die je punten gaan laten liggen, Niels. En dat is bij Emmen hier het geval. Mag je het alvast zeggen, denk ik. We gaan er een eind aan breien. Het zit erop. Volgende week zijn we er gewoon weer met FC Emmen Live. Dan met een thuiswedstrijd, want dan komt FC Dordrecht in Emmen op bezoek. Nog even vermelden dat morgen ACV in actie komt en zondag Hoogeveen. Oh, daar kijk ik nu al naar uit. Want morgen speelt ACV bij HAC Hardenberg. Ja, dat is een knijterspotje. Ja, dat wordt echt HCV ongeslagen. Ook vorige week won het gewoon. Nou ja, die zijn dus al sinds oktober. Vorig jaar. Ja, jij moest al corona krijgen. Ja, echt bizar. Nou ja, maar dit is een leuke opsteker. Een samenvatting van die wedstrijden, maar dat wil ik even zeggen. Zondag in Drenthe. En Hoogeveen bij Hercules. Hè? Hercules in Utrecht. Ja. Maar dit is een lekker begin van het Drentse sportweekend. Met 3 punten in de tas door die hele... Ja, mooie goal was het niet. Maar wel een overtuigende goal van Ben Scholten. Die nu aardig groggy richting de kleedkamer gaat. De eerste 3 punten zitten in de pocket. Wij zijn er volgende week weer met live verslag. Dan vanaf de Oude Meerdijk. En dan hebben we de tegenstander... Dordrecht. Heerlijk man, daar zit ik al echt naar uit te kijken. De schapenkoppen. Ja. Van de superboeren naar de schapenkoppen. Ja. Heb je zin in een dropje? Doe maar een schapenkopje. Gaan we of doen. Een katje wil ik. Een katje? Ik doe bijna een katje. Daar komt ie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag.